Omdat we het wel weten, maar nog niet officieel gehoord hebben. Bij mij zijn onze politiek verslaggevers Mats Akkerman en Leenert Beekman. Goedenavond allebei. Goedenavond. Mats, jij bent in Den Haag. En de vraag is natuurlijk, zijn ze al naar buiten gekomen om het officieel te maken en hardop te zeggen? Nee, er is nog niemand naar buiten gekomen en dat zal voorlopig ook nog wel eventjes zo blijven. Want op dit moment is wat we weten dat er om 9:30 een extra ministerraad is ingelast. Die zal deels digitaal zijn, dus dat betekent dat de ministers die niet al voor dit crisisoverleg over migratie aanwezig waren, niet per se hier naartoe hoeven te komen, maar dat ze ook kunnen inbellen naar de ministerraad. Voorlopig zien wij vooral een dichte deur en heel veel mensen die hier naartoe zijn gekomen nadat het nieuws is bekend geworden. Er staat een enorme menigte mensen naar diezelfde deur te kijken samen met alle journalisten hier. Het klinkt bijna als een kans is dat het nog goed kan komen, dat ze nog niet naar buiten gekomen zijn, maar zo schatten we het niet meer in, hè? Nee, er is ook al aangekondigd dat Rutte na afloop van die extra ministerraad een persconferentie gaan geven en daar zal hij dan waarschijnlijk de officiële aankondiging doen. Leendert, je hebt dit al vaker voorspeld in de afgelopen 48 uur. Wat denk je? Is het inderdaad klaar? Ja, het is misgelopen op die instroombeperkende maatregelen. Ja, en de ChristenUnie zal toch niet akkoord gegaan zijn met het derde pakket zoals die er lag. Om toch te kijken of er wat aan de instroom gedaan kon worden. En ook via gezinshereniging. Ja, en we zagen het aankomen. Eerlijk gezegd had ik gisteren al gedacht dat het mis zou gaan. Toen hebben ze gesproken en hebben ze toch besloten om nog een dagje extra te nemen. Staatssecretaris Erik van den Burg had woensdagavond al gezegd: vrijdag nemen we een beslissing. Welke beslissing was toen nog niet duidelijk. Ofwel over een pakket rondom asiel of de val van het kabinet. En het lijkt er nu toch echt op dat het kabinet Rutte 4 gevallen is. Weet wij, Mats, al wanneer ze zelf met een verklaring komen? Jij zei al, ze gaan straks nog een keer vergaderen officieel, maar dat zal geen hele lange vergadering zijn dan, toch? Dat zal waarschijnlijk de mededeling zijn dat ze er niet zijn uitgekomen aan de andere bewindslieden die niet bij dit overleg aanwezig waren. Want het was een deel van het kabinet dat deze migratieoverleg gevoerde. Misschien dat Rutte en de andere vicepremiers nog een toelichting zullen geven intern waarom ze er niet zijn uitgekomen. Alvorens er een officieel statement naar buiten gaat komen. Ja, gaan we straks horen. Wat is nou eigenlijk uiteindelijk, Leendert, het probleem? Waarom zijn ze er niet uitgekomen? Want in de afgelopen dagen hoorden we zijn er bijna. Behalve dat de VVD wel heel erg een deadline heeft gelegd op vrijdag. Terwijl vrijdag een beetje willekeurig gekozen leek. Er is maandag gesproken over het asielpakket. En het deed me een beetje denken aan het landbouwakkoord. Voor 95% waren ze eruit. De laatste 5% moest nog beslist worden. En Rutte is zich in de loop van de week met het proces gaan bemoeien. En hij heeft nog een paar extra eisen op tafel gelegd. En onder andere die gezinshereniging. Rutte heeft natuurlijk in november al bij het partijcongres beloofd dat de instroom substantieel omlaag zou gaan. Nou, vorige maand is er nog een congres geweest. Daar heeft hij weer die belofte gedaan. En hij had dus naar de achterban een belofte waar te maken. Nou, zij stond recht tegenover de ChristenUnie. Want aan het eind van vorige zomer was er al een asieldeal. Dat bestond eigenlijk uit twee pakketten. Eén was de spreidingswet en het tweede was gezinshereniging. Dat werd vertraagd, zeg maar, met een half jaar. Nou, dat strandde bij de Raad van State. Maar de ChristenUnie kon daar eigenlijk vanaf het begin af aan al niet mee leven. En gezien gezinshereniging nu weer op tafel lag, hebben ze bij de ChristenUnie gezegd: dit doen we niet nog een keer. Dus voor een van de twee partijen was het buigen of breken. Als ze er vandaag uit hadden willen komen, had één partij echt moeten zeggen: nou ja, we gaan hetgene waar we voor staan, de principes die we hebben, zetten we opzij in het belang van het kabinet, in het belang van het voortbestaan van Rutte 4. Ja, en het is duidelijk dat dat vanavond in ieder geval niet gelukt is. Zeg je dan eigenlijk dat het uiteindelijk van de VVD de bedoeling was dat het zou exploderen? Nou ja, Rutte heeft de boel woensdagavond echt op scherp gezet. In eerste instantie door te zeggen: nou, als we er dan niet uitkomen, ik heb het idee om de instroom te beperken door de gezinshereniging aan banden te leggen. Het zou erop neerkomen dat er 200 gezinsherenigingen
per maand plaats mochten vinden. Nou, om even een voorbeeld te geven. Afgelopen maand zijn er 1400 aanvragen geweest. Dan heb je het echt wel over een flinke beperking. En toen ze er niet uitkwamen, heeft hij gezegd, dan gaan we het vrijdag bij de ministerraad in stemming brengen. Dat heeft hij later teruggetrokken. Als hij dat had laten staan, dan was het kabinet gisteravond al gevallen. En hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft gisteren ook zijn excuses aangeboden voor de harde toon waarmee hij woensdagavond toch die onderhandelingen ingegaan is. Maar ja, de VVD, ze wilden een pakket hebben waarmee de instroom substantieel omlaag zou gaan. Dat was de harde eis. Rutte is zich ermee gaan bemoeien. En vanaf het moment dat hij er was, is het ook fout gelopen. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat, ja, of het nou de schuld van de VVD is, maar in ieder geval de inbreng van Rutte het geen goed gedaan heeft en uiteindelijk geleid heeft tot de val van het kabinet. Ja, de theorie die ik het meest hoor in mijn social media vooral ook, is dat Mark Rutte wel degelijk persoonlijk de schuld heeft, omdat er allerlei voorstellen die al lang waren besproken en afgeschoten tussen de ministers door hem ineens weer op tafel gelegd werden. Zou dat kunnen? Dat heb ik achter de schermen ook gehoord. Daar hoorden we zeker vanuit drie andere partijen, dus ChristenUnie, D66 en in mindere mate van het CDA. Maar we waren al maanden aan het praten en er waren al heel veel varianten voorbijgekomen. En de meeste waren afgeschoten, totdat Mark Rutte zich er afgelopen woensdag mee ging bemoeien en eigenlijk met ideeën kwam waar we het al lang over gehad hadden. Maar bij de VVD wordt dat weer ontkend. Bij de VVD zeggen ze, Mark Rutte heeft de afgelopen tijd, is die wel vaker aangeschoven. Hij heeft vaker meegesproken en het is niet ineens uit de lucht komen vallen dat wij echt een probleem hebben met de instroom van het aantal asielzoekers en dat daar een oplossing voor gevonden moet worden die ook hout snijdt. Dus geen symboolmaatregelen. Op termijn moet je dat terug gaan zien in de cijfers. En kennelijk voor de VVD, het pakket zoals het er lag, was niet goed genoeg. Hij wilde niet of hij dacht dat dit niet genoeg was voor zijn achterban. In de studio is inmiddels ook Jurjen van den Berg, directeur van het campagnebureau De Goede Zaak. Jurjen, welkom. Was dit voor jou een verrassing, deze val? Ja, toch wel. Ik zat donderdagochtend bij jullie, bij Bas van Werven. En toen was ik de avond nog ingegaan met het idee van, het gaat niet gebeuren. Maar op die ochtend begonnen we rekening te houden met, het zou wel eens wel kunnen gebeuren. Ja, de afgelopen dagen waren we allemaal een beetje de war wat wel en niet kon gebeuren. Misschien heel even kijken bij Mats, die net minister Adriaans dus voorbij zag lopen. Zij zei nog iets interessants, Mats. Ja, wat er is gebeurd, dus ik heb nog geen formele verklaringen. Is het verantwoord? Ik ga zo dadelijk horen. Er zijn allemaal mensen die heel serieus nadenken, dus ik zal horen wat de afweging is. Had u het zien aankomen dat het zou vallen? We zijn al maanden bezig en dit onderwerp gaat heel moeizaam en is ook heel belangrijk voor Nederland, dus ja, ik wist dat het spannend was. Is dit nou de schuld van de VVD dat het is geklapt? We hebben met elkaar keihard gevochten om te zorgen dat we eruit zouden komen. En ik verwacht dat dat niet is gebeurd, maar dat heb ik alleen maar uit de pers. Dus ik ga het nu horen. Maar hebben jullie het te hard gespeeld wellicht? Iedereen is heel volwassen en maakt volwassen afwegingen in dit soort situaties. Maar de belangen zijn ook groot. En u persoonlijk, baalt u? Ja, dat heb ik net gezegd. Ik vind het teleurstellend. Ja, absoluut. Ja, en we hoorden hier minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken en Klimaat van de VVD. Waarschijnlijk binnen hele korte tijd demissionair minister. Zij is dus fysiek hier aangekomen voor de ingelaste ministerraad. En als er meer mensen aankomen hier, dan horen jullie dat weer van mij. En iedereen is heel volwassen en maakt maar geen fouten. Want dat was het woord wat ik dacht te gaan horen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Jurjen, wat dacht jij dat je deze halve quote hoorde van Mickey Adriaensens? Nou, kijk, wat ik dacht is dat, er gebeurt nu iets waar volgens mij niet heel veel mensen bij betrokken zijn. En als je naar die reactie van Adriaensens hoort, dan zit zij niet in de kern van wat er in de cockpit van de VVD gebeurt. Klopt. De lezing die ik hoor is het tandje wat de premier bijgezet heeft. Dat is in grote stilte voorbereid en willens en wetens gebeurd. Dus de VVD, Mark Rutte persoonlijk, heeft aangestuurd op een ontploffing van het kabinet. Dat is wat ik zie gebeuren. Dat ook al eens gedacht, maar dat voelde voor mij persoonlijk altijd als een soort complottheorie, als ik dat zelf op Twitter wilde gooien. Snap ik, want het is heel cynisch. Laten we dat ook niet vergeten. Er was een
vakbewindsliedenoverleg dat goed leek te gaan, vertellen bronnen uit 4 partijen. En op woensdag schakelt Mark Rutte een tandje bij en gaat het over een andere as, namelijk die van de principes, waar voor de ChristenUnie het steeds moeilijker werd om naar een oplossing te bewegen. Terwijl men zei, vanuit de ChristenUnie, vanuit D66, vanuit de CDA, we zien een mogelijkheid om ergens toe te komen. En die zat dus niet op deze strenge cijfers. Dus de bedoeling was niet dat ze eruit komen, als je het zo zegt? Ik heb sterk de indruk dat de VVD uiteindelijk knopen geteld heeft en gedacht heeft, Pieter Omtzigt is nog niet klaar. De BBB moet zichzelf nog organiseren. GroenLinks en PvdA zijn nog niet gefuseerd. Onze 3 coalitiepartners liggen op apengapen, in verschillende maten. Dit is ons moment. Alleen dat je dat doet over zo'n onderwerp op het moment dat een heel groot deel van het land zegt, wij hebben geen vertrouwen in dit kabinet, is cynisch. Een van de redenen waarom ze het hierover hebben is natuurlijk omdat de achterban van de VVD denkt dat er een probleem is met asielzoekers. Als je de linkse helft, en mijn Mastodon-wereld is een stuk linkser dan mijn Twitter-wereld. Als je mijn Mastodon-wereld volgt, dan zeggen ze, er is geen probleem. We hebben niet eens een derde van het aantal asielzoekers. Er is gewoon echt geen probleem. Gisteren was ik ook in Nieuwsport bij, omdat het eindjaarfeestje was daar. Verstandig. En af en toe heb je die kans. Daar was een spindokter van GroenLinks die het heel erg had over, ja, maar het is een gecreëerd probleem. Dat is natuurlijk wat mensen bij de VVD, en trouwens CDA ook niet, maar toch de VVD nooit zouden verzinnen dat het een gecreëerd probleem is. Is het dat? Ja, zo voelt het wel. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Het is een gemaakte crisis, want er werden 77.000 asielzoekers verwacht voor dit jaar. En wat kwam er ook weer? Van 18.000 of 20 of zo? Dat staat nu op 18.000. Ja. Kijk, het probleem is, op het moment dat er geen opvang nodig is, wordt die razendsnel afgeschaald. Op het moment dat statushouders door moeten stromen naar werk en een huis, loopt het vast. Staatssecretaris Van den Burg was bezig met een oplossing die in de vorm van de spreidingswet, D66 legde op tafel snellere toetreding tot de arbeidsmarkt. Daar zaten de oplossingen. En dat waren ook de oplossingen waar wel naartoe gewerkt werd. Het klinkt echt heel af alsof de VVD ter kwader trouw als, nou ja, dat we de rol van te kwade trouw in de schoenen schuiven. Nou, wat ik lees is dat er hier een partij is die zijn kans zag. Strategisch heel sterk is, campagnematig heel goed kan denken, zijn kans zag. Want wat was er anders gebeurd? Dan waren we de zomer ingegaan. Dan had het CDA haar wensen op het gebied van stikstof moeten formuleren. Het was onhelder waar dat naartoe ging. Mark Rutte houdt niet van onzekerheden. Tel dat bij elkaar op. Kruip in de psyche van de VVD. En dan denk ik dat zij gedacht hebben, wacht eens even, wij hebben de mogelijkheid om nu het initiatief te nemen. Men verwacht dit niet. En dat is volgens mij wat we zien gebeuren. Maar niet al te lang geleden zei Mark Rutte, wij zijn een volwassen partij, er is een belangrijke crisis gaande, er is een oorlog bovendien in Oekraïne gaande, wij kunnen onze regering niet laten vallen en dan binnen 2-3 maanden hetzelfde verhaal vertellen, behalve dan dat je zegt, ja, maar we moeten de regering laten vallen. Dat is, ja, sorry, ik wil ook wel eens cynisch zijn, maar dat probeer ik eigenlijk te voorkomen altijd. Ja, exact. En ik ook. Mark Rutte helpt ons niet. Nee, en dat is denk ik echt wat we nu zien. Als je nu om je heen kijkt en je spreekt mensen, je kijkt naar hoe burgers hierop reageren, men heeft het gevoel, dit is heel cynisch. En dat is een punt, want het vertrouwen in de politiek is historisch laag op dit moment. Daarom heeft de BBB de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen. Dus is dit nou verstandig? De VVD zal denken ja, want we zetten er een wit blad neer. Wellicht kunnen we samen met Van der Plas werken aan het herstel van dat vertrouwen. Maar kennelijk moet daarvoor eerst nog meer kapot. En dat is wel heftig om te zien. Oké, jij en ik komen een heel eind met cynisme, Jorjen. Laten we snel gaan naar Leendert. Die wil nog wel eens een opgewekte blik hebben. Nou, de afgelopen dagen heb ik me wel constant afgevraagd, waarom nu? Vorig jaar was er daadwerkelijk een probleem. Toen lagen mensen in Ter Apel buiten. Op dit moment is dat probleem er niet. De asielketen is nog steeds overbelast. Dat is waar. Maar de beelden zoals we ze vorig jaar zomer hebben gezien, daar zijn we nog lang niet. Dan moest ik wel even terugdenken aan een paar weken geleden. Toen wandelde ik over in de gangen bij de fractie bij de VVD. En toen ving ik daar wel al op dat het geduld op was bij de fractie van de VVD. Er was een belofte gedaan.
En de belofte was nog niet nagekomen en er moest geleverd worden. En ik hoorde dat het niet de backbenchers waren, maar echt de prominente Kamerleden bij de VVD. Die toch wel hardliners waren en die resultaten wilden zien. Dus de onvrede was al weken aanwezig bij de VVD. Oké, Lennart, ik ga je heel even onderbreken. Maak deze zin straks af. We gaan eerst even snel naar Mats. Ja, met Frank Weerwind hier. Eerst de vergadering in en dan spreken we verder. Wens u veel sterkte. We gaan de vergadering in en ik ga eerst luisteren naar de feiten. Dat is heel kort Frank Weerwind die weinig wilde zeggen en loslaten. Ook minister Hankerbrein Slot van Binnenlandse Zaken is het gebouw nu ingegaan. En we blijven wachten tot de rest ook hier aan zal komen. Hier staan weer voor een dichte deur en er zijn net een paar ministers naar binnen gegaan. Daar komt het op neer, hè? Want dan heb je toch de deur is inmiddels wel permanent open, zodat iedereen in en uit kan. Dus we staan voor een open deur. Dat is weer eens wat anders. Oké, waar viel het erin bij Frank Weerwind, die eigenlijk niks wilde zeggen? Waren er daarna voor nog andere mensen die iets zeiden waarvan je denkt, dat moeten we nog even herhalen wat we niet gehoord hebben? Oh, excuus, was die laatste vraag nog aan mij? Ja, die was nog voor jou. Maar ik kan ook snel door naar Frans Wijsglas. Misschien is dat in dit geval wel sneller. Want het kabinet is gevallen. Je luistert naar BNR Nieuwsradio. En er is maanden gediscussieerd over de immigratie en hoe dat zou moeten werken in Nederland met alle asielzoekers. Meneer Wijsglas, goedenavond. Ja, goedenavond. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Jarenlang ook buitenlandwoordvoerder geweest voor de VVD. Ja, dat ook. Ik neem aan dat u dit met meer dan gemiddelde interesse heeft gevolgd. Bent u verrast of zag u het aankomen? Ik zag het een week geleden niet zo aankomen dat het deze week ging gebeuren. Maar een paar dagen geleden wel. Ik was woensdagochtend bij de ochtendspits bij jullie. En bij Bas van Werven. En toen zei ik van nou, vandaag, woensdag zal het niet vallen, maar voor de rest van de week steek ik mijn handen niet in het vuur. Maar goed, dit doet er niet zoveel toe wat mijn verwachtingen waren. Het is nu gebeurd, dat is het belangrijkste. Ja, dat snap ik. Dit was een soort rampkoers van premier Rutte. Tenminste, dan hoor ik dat van heel veel collega's, veel journalisten. Excuus, meneer Wijsglas, we gaan snel even naar meneer Adema. Die bij Mats staat. Een ministerraad mee te maken. En daar gaan we eerst met elkaar het gesprek aan. En na die tijd hoort u van ons. U hoeft nu geen landbouwakkoord meer te sluiten. Ik ga nu eerst de ministerraad in, want daar gaan we het gesprek met elkaar voeren. En straks kom ik uit de ministerraad en dan hoort u wat daar uitkomt. Wat vindt u ervan dat de ChristenUnie principieel is gebleven? Wij gaan nu eerst de ministerraad in en dan hoort u. Dank u wel. Dat is ook een prachtige vraag voor u, meneer Wijsglas. Wat vindt u ervan dat de ChristenUnie principieel is gebleven? Had de VVD dat misschien, ja, die hebben dat ook misschien ook wel geprobeerd. Wat vindt u ervan, van al die principes in de politiek? Ja, ik weet, ik kan... Hallo? Ja? Oh, nee, ik nog? Lijnberg was. Ja, wij zijn er nog, u bent er ook nog, volgens mij. Ja, nee, ik hoorde allerlei piep er doorheen. Ja, weet je, ik ben altijd iemand die overal antwoord op wil geven. Dat je weet, ik ben vaak bij jullie, maar ik kan hier gewoon geen antwoord op geven. Ik hoor ook de hele avond en de hele dag journalisten, andere mensen, duiders, die zeggen precies te weten wat er allemaal in die zaal is gebeurd de afgelopen 3 dagen. Ja, ik was er niet bij. Nee, dus wij waren er allebei niet bij. Dus ik weet het gewoon niet. Ik kan echt niet ingaan op dat soort dingen. Oké, ik geef u nog heel even bedenktijd voor de volgende vraag die ik nog niet eens gesteld heb. We gaan snel terug naar Mats. Gevoelens, maar ik ga nu naar binnen om te luisteren wat de laatste stand van zaken is. Bent u teleurgesteld, meneer Dijkgraaf? Ik zei al heel erg gemengde gevoelens, maar waarschijnlijk weet u meer dan ik. Dus ik wil nu graag naar binnen. Wat zijn die gemengde gevoelens dan? Ik ga luisteren wat de laatste stand van zaken is. En waar ik Mats zei, bedoelde ik de minister van Onderwijs. Die verder natuurlijk ook zegt dat hij de vergadering ingaat. Het is een goede test in hoe je geen commentaar geeft, hè, dit. Het is heel knap hoe ze daar toch een soort van geen commentaar op geven. Terugtel dat toch maar naar Frans Wijsglas. Maar toch, ik vroeg u naar principes. En u zei, ik was er niet bij. Ik kijk naar televisie, ik zie een voor mij geheel onbekende bewindspersoon naar binnen lopen. Ja. Die heeft toch niet genoeg tijd gehad om bekend te worden bij mij. Oh, dat is ook wel, dat is heel zuur als u het zo zegt. Maar toch, ik bedoel, je hebt met z'n vieren een coalitie. Nu zie ik Dijkgraaf. Dit was meneer Dijkgraaf, inderdaad. Maar je hebt als vier partijen heb je een coalitie. En je bent het natuurlijk diep met elkaar eens. Want er zit een partij meer in het centrum of meer in het links, en meer in het centrum of meer rechts. En je hebt ook allemaal een soort van principes. En dat weet je van tevoren, toch? Dus hoe kan dit dan
U heeft er ervaring in. Hoe kan dit dan zo op een clash uitlopen? Nou ja, als het dan om principes gaat en laten we ervan uitgaan dat het zo is. En dat hebben we ook met name minister Schouten en de mevrouw Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, inderdaad horen zeggen. Dan moeten die op een bepaald moment getoetst worden, voor jezelf ook. Dat is niet alleen in de politiek, dat is ook in het persoonlijk leven. En ja, op een bepaald moment moet die toets plaatsvinden. En dat was deze week met de voorstellen die op tafel lagen. En ik ben het niet eens met analyses die zeggen het was helemaal rond met de ministersploeg die over migratie sprak. En toen kwam Rutte en die gooide roet in het eten. Nee, als het helemaal rond was geweest, dan was het natuurlijk niet nodig geweest om met Rutte en de drie vicepremiers te gaan praten. Het moest worden opgeschaald, het overleg, zoals dat heet, naar het niveau van de premier en de vicepremiers, omdat het niet rond was en omdat ze er daar niet uitkwamen. Dus die analyse die klopt eerlijk gezegd niet echt. Maar meneer Wijsglas, zou het kunnen zijn dat ze er zo goed als uit waren en dat toen Mark Rutte binnenkwam en zei, ja, maar ik heb heel veel belofte gaan aan mijn achterban. Ik moet nog iets meer binnenhalen en ik moet dat ook voor het oog van de camera laten zien dat ik dat doe. Dat zou toch wel kunnen? Dat zijn weer veronderstellingen waar ik niet in meega. Maar de heer minister Rutte, de minister-president Rutte, heeft natuurlijk in dat hele traject van overleg contact gehad met de minister van Justitie en met staatssecretaris Van den Burg, die in dat overleg zaten. Die hebben natuurlijk niet zonder terug te koppelen naar Rutte gewerkt. Dus nee, ik vind, en dat is geen kritiek of verwijt aan u natuurlijk, maar ik vind dat er iets te veel allerlei veronderstellingen nu over tafel gaan die veel ingewikkelder zijn dan de waarheid, denk ik. Nou. Wat wel de waarheid natuurlijk is, is dat Rutte, en dat heb ik woensdag bij Bas van der Werven ook gezegd, dat Rutte, de minister-president en de leider van de VVD, eigenlijk voor het eerst in zijn 13 jaar de hete adem in zijn nek had van zijn eigen partij, van mijn partij, de VVD. Tot nu toe was het altijd zo dat Rutte op een VVD-congres of in de VVD-bijeenkomst en ook in de VVD-fractie, eerlijk gezegd, op de hem bekende manier overal mee wegkwam. Ik moest toch ochtend. Er was nooit echt een probleem, als ik u zo hoor, meneer Wijsglas. Misschien mag ik dat even voorleggen aan Jurjen van den Berg, die hier in de studio is? Ja, nou, ik heb eigenlijk een vraag aan u, meneer Wijsglas. Wat mij opvalt, en ik weet dat dit speculeren is, dus dat mag u gerust zeggen, maar wat mij opvalt is dat Mark Rutte hier zelf de spotlight gezocht heeft, terwijl hij de gewoonte heeft om het aan vakbewindspersonen te laten. Hoe leest u dat? Dat vind ik een best moeilijk moment, ja. Zeker in deze tijd. Nou, absoluut. Horen we. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen wat er ook gebeurt. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Maar er is een oorlog gaande. Er is altijd gewoon een kabinet. En daar gaan we gewoon mee door. Op dit moment. Ja, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Hè. Dus politiek is politiek. Maar de dingen die moeten gebeuren, die gebeuren ook. Want hoe gaat dat nu verder op uw portefeuille in tijden van de oorlog? Ja, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Ik ga eerst even naar binnen. Maar ik wil wel zeggen, er is inderdaad een oorlog gaande in Oekraïne. En daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is. Uw partijgenoot Velbrief, die zei, het is een treurige dag vandaag. Ja, ik vind dat vind ik ook. En waar zit dat in? Nou, ik wil eigenlijk eerst die ministerraad even afwachten. Maar feit is wel, we hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken, geprobeerd tot een uitkomst te komen. We komen nu vanavond hier bijeen, omdat het niet gelukt is. Waren de maatregelen die er lagen voor D66 wel acceptabel? Ik ga eerst even naar binnen, voordat ik op de inhoud ga reageren, als u het goed vindt. Oké, inhoudelijk gaat ze niks meer zeggen, mevrouw Ollongren. Meneer Wijsglas, u kreeg net de vraag van Jurjen van den Berg. Kan u daar nog op antwoorden? Ik ben hem even kwijt de vraag, doordat ik ook naar mevrouw Ollongren luister. Gelijk heeft u, ik ook meteen. Nee, maar mijn vraag, meneer Wijsglas, was dat het opvallend is dat Mark Rutte nu zo het initiatief genomen heeft, terwijl hij normaal gesproken vakbewindspersoon een rol laat spelen. Hoe leest u dat? Nou ja, dat wil ik tweeledig proberen te beantwoorden. Natuurlijk, de vakministers die doen het werk. Zo is de taakverdeling ook in het bestuurlijk systeem in Den Haag. Maar
als iets hoog oploopt en men er niet uitkomt op een zo belangrijk onderwerp, ja, dan wordt het, zoals dat in het Duits heet, chefszache. En dan komt Rutte, en niet alleen Rutte, maar ook de drie vicepremiers, Kaag, Hoekstra en Schouten, hebben we gezien de afgelopen dagen, die komen erbij om het op te lossen. En daarom, wat ik al zei, geloof ik er niet in dat het al helemaal rond, of bijna helemaal rond was in dat overleg van vakministers. Het was nodig om op te schalen. En het tweede punt is, naar aanleiding van uw vraag, ja, inderdaad, Rutte, dat is door zijn partij achter de broek gezeten deze keer. En dat was nieuw, dat zei ik. Vroeger kon hij met een glimlach van hey, hallo, leuk dat je ziet, overal mee wegkomen in de VVD. En dat is niet meer zo. Hij probeerde bij het laatste congres nog steeds, meneer Wijsglas, maar het is niet meer gelukt. Mag ik u hartelijk danken. Voorzitter van de Tweede Kamer was u ooit. En jarenlang buitenlandwoordvoerder ook van de VVD. Hartelijk dank. Okay. Fijne avond ook. Avond, en snel door naar Atje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA. In een land zonder regering ineens, mevrouw Kuiken. Wat is uw reactie ineens? Nou, het is het treurig dat het zo moest lopen. Maar het is heel duidelijk dat Mark Rutte is uitgeregeerd. Als je alleen maar bezig bent met je eigen belang, is dat het meest ernstige vorm van cynische politiek die ik in tijden heb gezien. Ja. Dus wat dat betreft is het maar goed dat u nu opstapt en dat hij klaar is en dat het kabinet is gevallen. En wij zijn klaar voor de verkiezingen, wilde ik maar zeggen. Ja, gisteren zouden we een podcast met u opnemen, Studio Den Haag. En toen kwam er een communicatiemedewerker van u langs. Die zei, sorry, het lijkt dat het misgaat met de regering. We moeten ons voorbereiden op andere zaken. Wat bent u gaan doen toen? Nou, wij zijn eigenlijk al twee campagneoverleggen verder. Straks onderweg naar de derde. Want wij zeiden ja, wij vinden al langer dat het kabinet klaar is omdat zoveel zaken blijven liggen, crisis op crisis. Ze zijn nu 2,5 jaar eigenlijk alleen maar aan het bakkeleien geweest. En ik denk dat Nederland snakt naar een kabinet dat dingen oplost, dat ervoor zorgt dat huizen betaalbaar zijn, dat de rekening weer van de boodschappen betaald kan worden, dat het de tijd is voor een sociaal en groen Nederland. Ja. En wij willen graag daar het alternatief voor bieden en wij zijn klaar wat dat betreft. Klaar voor snelle verkiezingen, klaar voor de campagne. Het klinkt alsof u denkt dat Mark Rutte de verkiezingen niet gaat winnen. Dat zijn de ervaringen uit het verleden niet, hè? Nee, maar hij is nu echt uitgeregeerd. Hij heeft nu echt zijn eigen belang boven het landsblad gezet. Dat ziet ook iedereen, want het is een verzonnen crisis. En als je niet meer in staat bent. Zou iedereen dat echt door hebben in Nederland? Bedoel, de meeste mensen die denken toch gewoon, oh, er komt hier een verkiezingsbouillet. Nou, laat ik dan maar VVD stemmen. Nee, ik denk dat iedereen die ballon wel doorprikt. Ja. Ik weet dat Mark Rutte zijn trucendoos ongelooflijk groot is. Maar mensen zijn niet dom. Bovendien werden de mensen Rutte meer dan zat naar Groningen toeslagen. Landbouwakkoorden die niet tot stand kwamen. Een land wat op slot staat. Dus ik denk dat ze nu deze laatste wanhoopspoging wel doorzien. En dat het echt tijd is voor ademruimte. Dat het echt tijd is voor een positief en een ander geluid. En ik vind strijdbaar, en dat ben ik ook, want ik snak ook naar dat andere Nederland. Wij zijn er klaar voor. Gaat u dat samen met GroenLinks doen? Of wordt u in de Tweede Kamer toch, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, twee fracties? Wij gaan dat in ieder geval samen doen. In welke vorm gaan we nu heel snel beslissen. We gaan naar een ledenreferendum. Maar dat wij onze krachten bundelen, juist in een tijd waarin politieke partijen elkaar naar het leven staan. Ja, maar krachten bundelen, betekent dat één fractie of betekent dat twee fracties samen optrekken? Dat zou kunnen, maar het belangrijkste is dat we nu heel snel naar onze leden gaan met een ledenreferendum en dan precies daar een uitspraak over vragen. Maar dat we die krachten bundelen tegen het cynisme in, bundelen krachten bundelen bedoel ik, en tegen de versplintering in, dat is helder. En u hoort snel meer, maar u hoort ook aan mij. Wij zijn er klaar voor. Tijd voor verkiezingen, tijd voor een ander land. Atje Kuiken, hartelijk dank. Jij van den Berg in de studio hier. Wat denk je? Wordt er dat één fractie of worden dat twee fracties? Nou, kijk, ik zei het net. Ze zijn er door overvallen en ze zijn al lang weg. Ze wisten echt al heel lang dat het aankomen, het moment zou komen dat ze overvallen zou worden. Ja, dat klopt. Dus ze zijn er al lang mee bezig geweest. Ja, binnen de achterbannen is het best een ingewikkeld punt. Ik denk dat we een point of no return over zijn. Kijk, zoals Atje Kuiken het net formuleert. Dat ze zegt van, het is tijd voor een groene en een sociale toekomst. Dat zijn de twee inborsten van die partijen. Het hele speelveld wordt nu weer heel erg anders. En wat ik interessant vind aan haar analyse is dat die op de inhoud zit. En daarmee staat ze wel onmiddellijk tegenover wat het voorlopig het beeld is van deze crisis. Het lijkt erop dat Mark Rutte kiest voor de beeldvorming.
Iemand dook net in mijn DM met de boodschap: je moet eens naar die quote van Winston Churchill kijken. Het verschil tussen een politicus en een staatsman is dat een politicus altijd bezig is met de volgende verkiezingen en een staatsman met de volgende generatie. En het lijkt wel een beetje alsof hier de politicus Rutte aan het winnen is. Oké, snel nog even naar Den Haag. Leendert Beekman, zie jij mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen of de volgende generatie om je heen? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, ik denk dat het maar heel makkelijk is. Het zijn allemaal mensen die met de verkiezingen bezig zijn. Ja, ik zie nu vooral mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen. Ja, en ik denk wel dat ze bij het CDA een grote fout hebben gemaakt. Of in ieder geval dat ze daar op het achterhoofd krabben. Ja, want CDA... we hadden het net al even over principes. En de VVD en ChristenUnie zijn nu principieel gebleven en het kabinet is gevallen. Het CDA had erg veel moeite met het hele stikstofbeleid en wilde dat later nog een keertje gaan bespreken. En ze zullen zich nu afvragen, nu het kabinet gevallen is, hadden wij dat niet moeten doen op stikstof? Hadden wij niet moeten laten zien dat we ook dat onze principes ons heilig waren en het op stikstof hadden laten vallen? Dus ja, misschien dat ze bij het CDA nu denken, we hebben dit verkeerd aangepakt. Oké, je luistert naar een extra nieuwsuitzending op BNR over de val van het kabinet Rutte 4. Zometeen vindt er een ingelaste ministerraad plaats. Daarna geeft minister-president Rutte, vandaag nog wel, een persconferentie. Dus blijf luisteren. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in ongeveer 15 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen 2 weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Maatschappelijke impact maken als bedrijf? Dat kan. Werk samen met Amref Flying Doctors aan een gezond en sterk Afrika. Goede zorg is belangrijker dan ooit. Investeer mee in schaalbare oplossingen of draag bij met jouw expertise. Zorg samen met ons voor blijvende verandering. Ga naar amref.nl/zakelijk en word partner. BNR Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar staat tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen 5 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 20 minuten. BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 9:30. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet is gevallen. De coalitiepartners konden het niet eens worden over extra maatregelen om de asielstroom te beperken. De VVD wilde dit bereiken door een stop op de gezinshereniging. En dat betekent dat familieleden van asielzoekers niet meer hierheen mogen komen. De ChristenUnie kan daar niet mee leven en heeft de stekker eruit getrokken, zeggen Haagse bronnen. Premier Rutte en zijn ministers komen straks nog een keertje extra bij elkaar om de val van het kabinet te bespreken. En daarna geeft Rutte een persconferentie. Oppositiepartijen zijn blij dat het kabinet is gevallen. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas twittert een foto waar ze glimlachend op staat met de tekst: hoe keek u toen het kabinet viel? Eindelijk twittert Wieberen van Haga. Hij kijkt vooruit naar nieuwe verkiezingen waar hij met zijn nieuwe partij BVNL aan mee wil doen. President Zelensky heeft in Istanbul gepraat met de Turkse president Erdogan. Het ging over de graandeal. Rusland dreigt die te stoppen. Erdogan heeft de deal mede tot stand gebracht vorig jaar om een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. De deal is daarna een paar keer verlengd en loopt over anderhalve week weer af. Het kabinet heeft ongeveer anderhalf jaar geregeerd en is het kortstzittende kabinet onder premier Rutte. Zijn eerste kabinet heeft het ook niet erg lang volgehouden, maar wel iets langer dan Rutte 4. Alleen zijn tweede kabinet heeft de hele rit van 4 jaar uitgezeten. Het weer nog van Weer Online. Een heet weekend wordt het. Morgen 30 tot 34 graden. Zon overgoten ook. Zondagmiddag enkele pittige regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Studio Den Haag.
Ja, goedenavond. 9:54. Het kabinet Rutte 4 is gevallen, melden Haagse bronnen. Officieel, we weten het nog niet, maar het is wel zeker. Evengoed, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Leendert Beekman, waar staan we nu als je deze avond even overziet? Nou, als ik deze avond overzie, en ik heb het me de afgelopen tijd wel vaker afgevraagd, het kabinet staat voor heel veel grote problemen. En op dit moment is het asielprobleem niet zo urgent als dat bijvoorbeeld vorig jaar was. En dan vraag je je toch af, is het niet zonde met zoveel grote opgaven dat het kabinet is gevallen op asiel? Dat is een beetje waar ik op dit moment sta. Dat is eigenlijk. We hadden gisteren de voorbereiding voor de podcast Studio Den Haag. En ik wilde heel graag aan Sophie Hermans als eerste vraag stellen. Zijn jullie gek geworden? Waarop jullie zeiden, dat is geen verstandige vraag, want dan loopt ze weg. En dit snap ik. Maar 24 uur later denk ik toch, we hadden dat gewoon wel moeten vragen. Denk je niet? Ja, het is ook iets wat me de hele week bezig gehouden heeft. Ja. Waarom nu? Wat is er aan de hand bij de VVD? Waarom wordt het zo hoog opgespeeld? Had dit niet een beetje langer kunnen duren? Hadden ze niet... En die deadline van de aanstaande vrijdag, maandag kwam het ineens als een duveltje uit een doosje. He, dus vandaag. Waarom ineens zo hoog spel? Ja, het is een vraag waar we misschien antwoord op gaan krijgen vanavond nog. Maar misschien ook niet. Ik ga mijn geluk even proberen bij Jurjen van den Berg. Die zit hier in de studio. Je knikte meteen instemmend. Jawel, zijn ze gek geworden of is dat een... impertinente vraag. Nou, wat ik gek vind, en misschien heeft Leendert daar ook nog een blik op, is wat er vandaag op tafel lag, die stopknop, dat was een soort van, leek weer een soort van ontspannen oplossing. Namelijk, ze stonden tegenover elkaar met principes waarbij ze niet bij elkaar kwamen. En als je zo'n stopknop introduceert, dan zeg je dus eigenlijk van, oké, we kijken het aan, het staat nu op 18.000, dat valt nog mee, gaan we naar de 35.000, pats, dan drukken we op gaan die stopknop. Gaan we weer praten met elkaar. Leendert, kun jij lezen waarom dat toch ook niet geholpen heeft? Nou, bij de ChristenUnie en bij D66 hadden ze twee eisen. Het moest juridisch haalbaar zijn en het moest uitvoerbaar zijn. En ik denk vooral het eerste punt, is dit juridisch haalbaar? Want we hebben natuurlijk al gezien... Dat was al een keer getest, dat klopt. Ja. Ja, dat het al een keer getest was. Ja, dat ze bij de ChristenUnie daar niet meer in geloofden. En vorig jaar zeiden ze al... toen de gezinshereniging ook op de stopknop gedrukt werd, zeiden ze bij de ChristenUnie, dit is hele cynische politiek. En daar hebben ze enorm veel spijt van gehad dat ze dat gedaan hebben. Ook de vraag vanuit de Kamer kwam, laat dit nou bij de Raad van State, bij het adviesorgaan van de Raad van State, toetsen. Kan dit? Dat wilde het kabinet niet. En de ChristenUnie... is er eigenlijk, hebben ze daarmee ingestemd en hebben ze zoveel spijt van gehad dat ik nu denk dat ze met het voorstel zoals dat nu op tafel lag, dat ze dachten, ja, maar we gaan dit niet nog een keertje doen. We gaan niet nog een keertje testen of dit juridisch wel haalbaar is. Dat is een guess. Dat sluit ook aan bij wat ik vanuit de ChristenUnie hoor. Dat die achterban is natuurlijk al een keer getest. Hè? Dit was onder een vorige leider. Nu heeft Mirjam Bikker het overgenomen. En die lijkt ook minder... pragmatisch dan Gert-Jan Segers. Dus die stond er wat principiëler in. Ze hebben een hele sterke asielwoordvoerder in de persoon van Don Seder, die zijn achterban ook echt iets beloofd had. Dus ik kan me voorstellen dat daar inderdaad het gebrek aan manoeuvreerruimte in zat. En die vraag gaan we voorleggen aan Joost Eerpans, fractievoorzitter van JA21. Goedenavond. Ja, goedenavond. U staat er ook wat principiëler in misschien. Ja. In de andere kant, de andere helft van de samenleving. Mm. Opgelucht adem gehaald vanavond dat het misgegaan is? Absoluut. Het is wel treurig uiteraard als je ziet hoeveel gemodder en gedoe dit heeft opgeleverd. Maar de enige conclusie was voor ons althans wel vrij snel, ook aan de loop van de week, dit gaat nooit meer goed komen. Want ze hebben ook helemaal geen behoefte meer om eruit te komen. Overigens moet ik wel corrigeren net wat jullie zeggen over de ChristenUnie. Kijk, dit is al dat twee-staten-stelsel, waarbij je dus die subsidiair beschermde hebt en die vluchtelingen, de echte vluchtelingen, daar kan je wel degelijk... ook andere regels stellen voor gezinshereniging. Doen diverse landen ons heen ook. Dus dat is en uitvoerbaar en juridisch getoetst. Dus ik begrijp totaal niet waarom dat dan bij de ChristenUnie niet zou kunnen. Er is veel meer mogelijk. Dat jurisme, dat gaat me even boven de pet. Maar ik neem het even van u aan. Ja. Een val van de regering is eigenlijk altijd slecht nieuws voor een land, toch?
Nou, dat is maar de vraag wat je ervoor terugkrijgt, denk ik. Ja, je weet nooit wat je terugkrijgt. Voor hetzelfde geld krijg je Poetin of een opvolger daarvan. Nee, garanties uit het verleden. Maar het is alleen wel zo dat Nederland snakt denk ik naar wat meer duidelijkheid. Dit was toch het kabinet van we houden niet van elkaar, maar we moeten met elkaar. Een beetje gevaar van voor de flanken, we moeten naar het midden toe. Ik hoop dat de nieuwe verkiezingen een richting gaan geven. Waar we in ieder geval op het asielvraagstuk veel duidelijker conclusies kunnen trekken. En ook gewoon maatregelen kunnen nemen. Waarvan ik denk dat een modern land als Nederland gewoon heel goed streng rechtvaardig asielbeleid kan voeren. Kijk naar Denemarken, gewoon op een andere manier niet die massale instroom, maar veel meer aan banden gelegd. Volgens de regels, maar wel beperkt. En dat is ook wat ons land kan hebben. Niet meer deze instroom die we nu hebben van 50.000 met mensen in tenten en gedoe met veilige landers die niet uitgezet kunnen worden. Daar is gewoon een antwoord op. Dat is ja in het 20, daar zijn we voor opgericht. Ja. Juiste antwoord. Nee, dat snap daar ik. Dat u als fractievoorzitter van de in het 20 zelf als antwoord op de vraag van de samenleving ziet. Ik denk dat elke partij dat voor zichzelf zou zeggen. Ja. Maar zijn verkiezingen echt onvermijdelijk? We hebben wel eens meegemaakt dat D66 na een week of anderhalf tegen de coalitie waarmee ze gebroken hadden zei, weet je wat, we gaan toch door. Ja. Of is dat een nachtmerrie voor u? Nou, nee, kijk, theoretisch kan het. En dan zou vooral moeten betekenen dat D66 nog zegt, we willen wel verder. De ChristenUnie haakt af. Maar ik heb sterk de indruk dat D66 zich aan de ChristenUnie gaat vasthouden. En CDA zich een beetje bij de VVD ophoudt. Dus dan is er al een breuk. Dat rompkabinet, dat kan amper worden aangevuld, denk ik, in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook al een groot probleem. Dus ja, het zal misschien een wens zijn nog bij een aantal bewindspersonen. Maar ik vermoed dat iedereen in zijn hoofd al bij die verkiezingen. Want ja, dit lijkt mij niet meer te lijmen. Er is een route via de Eerste Kamer waarbij jij in de 20 en de BBB bijvoorbeeld dat mogelijk zouden maken. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik heb al wel vaker gezegd. Kijk, men zit op een trein waar wij niet in willen zitten. Dat gaat gewoon de verkeerde kant op. Dus of wij dan aan boord springen in een Eerste Kamer met een BBB, dat lijkt mij zeer onwenselijk. Wij willen gewoon die trein van richting veranderen. En dan zul je dus ook een nieuw akkoord moeten maken. Een regeerakkoord in de Tweede Kamer door partijen. Nou, dan kun je net zo goed zeggen, laat de kiezer spreken. Want ik heb de indruk dat de kiezer best wel wat anders gaat willen. Zometeen dan Rutte 5 en 6 enzovoorts. Ik denk dat daarmee wordt afgerekend. Dus ik denk dat dan onze partij in 20 echt wel hoge ogen kan gooien. Bij rechtse kiezers die zeggen, ja, we willen niet weer dat Rutte of wie dan ook maar weer met die VVD naar links gaat zwenken. Er moet gewoon een realistisch, daadkrachtig rechtsbeleid komen. En dan denk ik dat je eerder bij in 20 uitkomt dan weer bij de VVD. Joost Jerpans van in 20, hartelijk dank. Ja, we gaan eens even kijken naar een andere oppositiepartij. Misschien wel een beetje links van 21. Nou, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden net een opgelucht ademhalen bij 21. Hoe was uw reactie? Nou ja, mijn reactie is dat ik er buitengewoon blij mee ben. En ik denk heel veel mensen in Nederland ook. Dit kabinet had er eigenlijk nooit moeten komen. Ze wisten dat ze ook weinig gemeenschappelijks hadden. Er lag ook geen regeerakkoord, maar een coalitieakkoord van de vier partijen. Waar alle problemen met heel veel geld zouden worden afgekocht. En ook dat lukte niet. Ja, er was eigenlijk weinig wat deze partij bij elkaar hield. En het heeft ook niet geleid tot het oplossen van vraagstukken. Het verbeteren van de samenleving. Dus de val is eigenlijk beter voor het land, hoor ik u zeggen. Ja, ik denk echt dat het beter is voor het land. Omdat als je nou kijkt naar de grote vraagstukken. Het oplossen van de toeslagenschandaal. Die ouders zijn allemaal nog aan het wachten. Als je kijkt naar Groningen, hoe dat gegaan is. Naar aanleiding van die enquête. Dan voelen Groningen zich belazerd. De Kamer verkeerd geïnformeerd. Laten we kijken naar het stikstofdebat. Wie is daar nog blij mee op dit moment? De vorige minister is weg. Er is een nieuwe die daar ook met de billen bij elkaar probeert om het ook houdbaar te maken. Ook als je nou kijkt, en er zitten natuurlijk ook twee mensen, Leendert Hoorn en ik, Leendert Beekman, maar ook natuurlijk nog een collega. Wat is nou het afgelopen anderhalf jaar? Zitten er jaren 5 maanden? Een jaar ruzie gemaakt eerst. Wat hebben ze nou voor voortgang geboekt? Ja, ik ben hier meer voor de vragen dan voor de antwoorden. Dus die laat ik even. Of tenzij Jurjen van den Berg daar een goed antwoord op heeft. Ja, ik heb daar wel een antwoord op. Want het perspectief van de heer Azarkan klopt natuurlijk ook heel erg. We zoomen nu heel erg in op dit dossier. Nogmaals, dat is de keuze van de VVD geweest. Om te zeggen van we creëren dit probleem. De echte problemen liggen al
anderhalf, misschien wel twee jaar, echt gewoon stil. En dat zijn echt problemen waar het vertrouwen in de politiek door afkalft. Dat gaat om Groningen, dat gaat om een klimaatcrisis, dat gaat om een toeslagenaffaire. En dat is volgens mij ook de reden waarom D66 op een bepaald moment echt gedacht heeft van, ja, maar wacht eens even, onze tijd in dit kabinet is misschien ook wel een beetje over. Ze hebben kwaliteitsbewindspersonen ingezet, een inhoudelijk punt gehad, en op een bepaald moment gedacht van, we komen nergens. Dus dat opent het. We horen aan de ene kant Eertmans die zegt van, ik ga op die rechtse koers. En aan de andere kant zijn er partijen als DENK, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, en die gaan ook een heel ander verhaal dan de stilstand van Rutte en de manier waarop we in de afgelopen tijd die kabinetten hebben zien ontstaan. Dus daar gebeurt wel iets interessants voor de komende verkiezingen. Ja, zo kan nog een heel kort reactie wellicht, maar kort hoor. Nee, heel kort is, we moeten ook niet laten afleiden. Ik weet niet of dit kabinet nog denkt, of er nog een poging gewaagd gaat worden om een doorstart te maken, misschien met andere partijen of met een minderheidskabinet. Dat kan natuurlijk in theorie. Ik denk dat het goed is als ook naar aanleiding van de uitslag van de provinciale verkiezingen het volk, wat buitengewoon weinig vertrouwen heeft in dit kabinet, een nieuwe keuze mag maken. En dan gaan we zien. En dan moeten er partijen zijn die inderdaad met een humaan asielbeleid en tevens ook ons niet laten afleiden van de echte vraagstukken in dit land, niet meegaan met dat frame van de VVD en met echte oplossingen komen voor klimaat, voor Groningen, voor toeslagen. Ja, en volgens mij is dat echt haalbaar. Wij zullen in ieder geval hard voor gaan strijden. Wij zijn er klaar voor. Ik had toch al geen vakantie geboekt. De verkiezingscampagne is geopend, hoor ik. Farid Azarkan, dankjewel. Fractievoorzitter van DENK. En daarvoor natuurlijk worden we bij JA21. En we gaan nog even naar een andere partij die net even niet in de opsomming genoemd werd. Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van SP. Goedenavond. Goedenavond. Treurig of eigenlijk wel opgelucht? Nee, ik denk dat dit goed nieuws is voor Nederland. Dit kabinet Rutte heeft, jullie benoemen dat al even, ik denk meer problemen gecreëerd dan daadwerkelijk opgelost. Dus ik denk dat het heel goed is dat er snel nieuwe verkiezingen komen. Is SP daar eigenlijk wel klaar voor? Jullie stemmenkanon is net deze week vertrokken. Ja, en het mooie is dat zij heeft aangekondigd dat zij de democratie op straat gaat dienen. Dus daar zijn ook de verkiezingen te winnen. Dus dat gaat zeer zeker goed komen. Wij hebben onze campagne-aftrap ook al gepland. Die is zondag 17 september op de Koekamp in Den Haag. Dus iedereen die daarbij wil zijn, die is van harte welkom. Oké, 17 september. En trouwens, ik noemde geen naam, ik bedoel Renske Leijten. 17 september, dat is vlak voor de verkiezingsdatum. Want die zal toch vlak daarna moeten komen. Dus is dat wel op tijd? Wat zegt u? Is dat wel op tijd, 17 september? Nou, dat zullen we even moeten afwachten. Ik hoorde eerste berichten dat ze verwachten half november verkiezingen. Dus dan zouden we ruimschoots op tijd zijn. Heb je nog een paar dagen, ja. Ik ben er klaar voor, absoluut. Als ik u nou eens voorleg aan wie het lag dat het nu misgaat, wiens schuld het is, kan u daar een antwoord op geven? Kijk, de SP was sowieso natuurlijk geen fan van dit kabinet. Wij hebben bij aantreden van dit kabinet gezegd, wij geloven gewoon niet dat dezelfde mensen, dezelfde partijen met dezelfde ideeën die verantwoordelijk zijn voor de grote problemen die ze eerder hebben gecreëerd, of het nou toeslagenschandaal is, of de woningnood, de onwijze tekorten in de zorg, de problemen met de lage inkomens, ja, dat zij die problemen gaan oplossen. En ja, helaas is dat ook de werkelijkheid geworden, want die problemen hebben ze niet opgelost. En daar zijn ze nu zelf denk ik ook achter gekomen dat ze beter kunnen vertrekken. Dat is toch niet waar de regering nu op geklapt is? Ik bedoel, ik gun u alle verzendtijd hoor, daar gaat niet om. En Nederland heeft misschien een probleem vanuit uw oppositie, vanuit uw positie richting de regering. Maar waar ligt het? Gaat het nou mis? Ging het nou mis bij de principes aan de VVD-kant of aan de ChristenUnie-kant? Nou ja, ik ben daar niet bij geweest. Maar kijk, het mag zo zijn dat zij druk bezig zijn met praten over migratie. En dat de VVD waarschijnlijk de hele tijd zal gaan roepen dat deze verkiezingen over migratie gaan. Maar dat is natuurlijk allerminst het geval. Ten eerste is de VVD de meest hypocriete partij als het gaat over migratie, met de grote mond dat ze de instroom willen beperken, terwijl ze tegelijkertijd natuurlijk de grenzen wagenwijd openzetten en ook actief bevorderen dat er tienduizenden arbeidsmigranten hierheen worden gehaald. Vele, vele, vele malen meer dan dat er vluchtelingen zijn. Het was Mark Rutte nota bene nog in zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken, die zei, nou, er zullen waarschijnlijk zo'n pak een beetje 40.000 arbeidsmigranten naar Nederland komen. Nou, we weten allemaal, het zijn er nu ongeveer 1 miljoen.
De lasten daarvan zijn voor de samenleving, de lusten zijn voor de grote werkgevers. Maar ja, daar hoor je de VVD niet over. Dus het is heel hypocriet, het is bijna om cynisch van te worden. Maar de problemen van mensen zijn natuurlijk ook gewoon dat je geen betaalbaar huis kan vinden. Dat de lonen veel te weinig stijgen als je het vergelijkt met de inflatie. De regering is over iets verkeers gevallen als ik u zo hoor, mevrouw Mrijnse. Sorry? De regering is over een verkeerd thema gevallen als ik u zo hoor. Ja, nou ja, zij zijn vooral bezig met praten over de verkeerde dingen. Ik had inderdaad liever gezien dat ze die afgelopen periode dat ze er zaten, dat ze inderdaad wel de woningnood hadden aangepakt. Ik had ook liever gezien dat ze niet bezuinigingen op de verpleeghuizen hadden aangekondigd. Maar dat ze toch misschien geleerd hadden van de coronacrisis en dat ze extra investeren in onze zorg. Maar ik hoorde u net zeggen, het is goed dat ze klaar zijn. Dus Hugo de Jonge, gunnen we niet de tijd dat ze dat probleem nog even oplossen met bijvoorbeeld de woningmarkt? Nou ja, kijk, het begint al bij het fenomeen woningmarkt. Als je daar niet fundamenteel mee afrekent, ja, dan zal er ook niet heel veel veranderen. Dus je kunt onwijs veel mooie actieplannen presenteren. Nou ja, ik denk dat we daarmee dood zijn gegooid inderdaad afgelopen half jaar. Maar een betaalbaar huis is voor de meeste mensen, en dan staan jonge mensen nog steeds niet te vinden. Hartelijk dank, Lilian Marijnissen van de SP. Jurjen van den Berg, nog steeds in de studio, directeur van campagnebureau De Goede Zaak. We hebben drie politici gehoord. Joost Eerdmans, Farid Azarkan, Marijnissen van de SP ook. Drie hele verschillende richtingen. Er zit wel een soort lijn in, hè? Iedereen is klaar met de VVD, als ik hem even in mijn eigen woorden samenvat. Nee, absoluut. En dat kan dus heel interessant worden. Twee dingen daarover. Eén, die doorstart, waar we het net over hadden, waar nog over gespeculeerd wordt. Tenzij, gebeurt toch niet? Nee, tenzij de BBB daar plannen mee heeft, gebeurt dat niet. En dat kan nog de black box zijn. Ik kan mij voorstellen dat de BBB denkt, we zitten nu met één poppetje in de Tweede Kamer. Laten dat er maar veel meer worden. En dan praten we wel weer verder. Dus waarschijnlijk gaan we verkiezingen in. Wat interessant wordt is, het initiatief is gepakt door de VVD. Die zeggen, het moet over migratie gaan. Al deze andere politici zeggen, nee, het gaat over iets heel anders. De afgelopen provinciale statenverkiezingen gingen, als je het SEC beschouwt, over vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen in de politiek is vandaag minder geworden. Dus mijn lezing is, de komende... Van wie schuld is dat? Voor je zegt, mijn lezing is, waarom is dus het vertrouwen in de politiek afgenomen? Nou, dat zit hem in, Leenert zei het net. Het CDA heeft kansen laten liggen om te vertellen waar ze voor stonden. Ja. En daarmee dus 1 juli als deadline laten passeren, een landbouwakkoord laten klappen en zelf niet de regie gepakt. Dat is een probleem. Daarmee denken mensen, ze lijden niet. De VVD heeft deze crisis hoog opgespeeld en speelt daarmee met het vertrouwen van de kiezer, want het voelt cynisch. D66 is met heel veel goede ambities, grote ambities, dit kabinet ingekomen, heeft niet geleverd. Zij zullen zeggen dat komt door de rest, kan zijn. Ze hebben niet geleverd en 2 jaar lang zat iedereen te wachten. Het enige wat ze gedaan hebben, Hans Veilbrief Groningen, die wil ik ze geven. Daar is echt wat gebeurd, die gaskraan gaat dicht. Dat is, als je kijkt naar wat dit kabinet gedaan heeft aan vertrouwen, het enige wat je daar neer kunt zetten. En ik denk dat D66 en ChristenUnie nu gezegd hebben van, voor ons heeft deze politieke constellatie niet voldoende toekomst. Die vinden dat ontzettend spannend, want D66 gaat verliezen de komende verkiezingen als er niks verandert. Ja. Maar het speelveld ligt open. En dan kan dus meneer Azarkan en mevrouw Marijnissen en meneer Eerdmans en mevrouw Van der Plas en een mogelijke combinatie GroenLinks-PvdA allemaal zeggen van, het vertrouwen in de politiek win je terug via ons. Nou, en laat het daar in godsnaam ook een keer over gaan. Want we zijn ook echt wel klaar met de managerstijl van Rutte. De verkiezingen gaan niet per se over het onderwerp waar politici het over willen hebben. Hè? De afgelopen verkiezingen, bijvoorbeeld de regering was gestruikeld over het toeslagenschandaal. Ja. Niemand had het erover. Nee. Heb ik me erg aan geërgerd. Ik had toen een hele andere rol dan nu. Maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat de reden waarom politici waren afgetreden met z'n allen, een heel team. Ja. Met z'n allen zeiden ze, ja, maar daar gaan we geen campagne op voeren, dat we dit beter gaan doen. Dus als ze nu vallen over asielproblemen, het kan zomaar gaan over de woningmarkt of zoiets. Of over iets heel anders. Nee, absoluut. En wat heel interessant is, de provinciale statenverkiezingen gingen ook niet eens over stikstof. Dat denken we misschien wel. Het ging over wantrouwen. Ja, en over een verdwenen bushokje.
En over geen faciliteiten in de regio. En laat dat nou precies, zeg maar, daar gaat politiek over, Mark. Want dat is dus waar zo'n debat over moet gaan. En daar heeft de BBB heeft daar een visie op. GroenLinks en PvdA hebben daar een visie op. En verder niemand? Wel. Ja, nee, absoluut. Oh, verder wel. Nee, ja, ik wil het een beetje kort houden. Ik dacht, je hebt twee partijen ineens die zeggen, die hebben een visie daarop. Nee, absoluut niet. En dit kabinet is er niet aan toegekomen om in 2 jaar lang de kiezer aan te spreken op die belangrijke dingen. Want voor een hele grote groep Nederlanders is die klimaatcrisis het allerbelangrijkste. Voor een hele grote groep Nederlanders is, wat je zegt, die woningmarkt het belangrijkste. Voor een hele grote groep Nederlanders is het niet meer, zeg maar, uit je dorp kunnen komen omdat en niet meer naar een ziekenhuis kunnen is belangrijk. En laat het dan daarover gaan. Want dat is, bij die afgelopen Provinciale Statenverkiezingen zeiden uiteindelijk de kiezers, die mensen die daar zitten zijn voor ons niet goed genoeg. Nou, die mensen zegt dat zijn iets over de uitkomst van de komende verkiezingen? Zonder dat je natuurlijk glazenbol bij je hebt. Nou, het zegt iets over de komende campagne. En daar heb ik heel veel zin in. Helemaal niet namelijk. Ik denk, kom op, ik heb ze voor 4 jaar gekozen. Ja. Zoek het uit en regel het. Ja, nee, absoluut. Alleen ze hebben 2 jaar lang niet geregeld. Dus, nee, dat dus is dan, ook weer waar. En ze hebben eerst 1 jaar lang met elkaar lopen soebatten over functie elders, et cetera, et cetera. Daarna 1 jaar van alles in de stijgers gezet. Ze hadden miljarden om uit te geven. En daar gaan volgens mij deze verkiezingen over. Dat hadden we dat moeten doen, is dat reden. Exact, ja. Ja. We gaan zo met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, praten. Eerst snel nog even naar Leendert. Leendert, vertel. Mark, voor mij ben jij heel even weggevallen. Horen jullie mij nog wel? Zeker wel. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. De vorige, de Provinciale Statenverkiezingen, uiteindelijk is dat gegaan over wantrouwen. Het is een stem op wantrouwen eigenlijk geweest. En het zou inderdaad heel mooi zijn als de volgende verkiezingen echt over ideeën gaat, over een visie voor het land. En ik ben er nog niet zo heel erg optimistisch over. Want juist omdat het kabinet nu gevallen is, zonder dat er echt heel erg veel is bereikt, nou zou je ook een lijstje kunnen maken met dingen die wel gelukt zijn. Kunnen we dus Groningen kunnen we noemen. Maar ook, er staat een grote hervorming van de arbeidsmarkt staat er op de rol. Niet meer, Defensie, is geweest, is gedaan. De volgende regering gaat dat regelen. Maar goed, op klimaat was er wel wat bereikt. Ja. Maar het zou heel cynisch zijn als de volgende verkiezingen weer gaan over wantrouwen en dat mensen niet hun stem uitbrengen omdat ze gecharmeerd zijn van de ideeën van bepaalde politieke partijen, maar vooral omdat ze heel erg teleurgesteld zijn in wat er de afgelopen 1,5 jaar onder Rutte 4 misschien niet is bereikt. Ja, de politie hebben ons niet geholpen, Leendert. We gaan naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik u maar eens gewoon neutraal vragen om uw eerste reactie? Nou ja, ik ben teleurgesteld dat dit kabinet gevallen is, omdat we volgens mij op dit moment heel veel behoefte hebben aan rust en vooral duidelijkheid. Ik heb vanochtend in de treffenzaal nog met een aantal ministers en de minister-president gezeten over wat in Den Haag zo mooi de augustusbesluitvorming heet, hè, de aanloop naar Prinsjesdag. Ja, en daar heb ik vanuit het economisch perspectief van met name MKB-ondernemers toch wel gewaarschuwd voor een naderende recessie, of in ieder geval dat het wat minder zal gaan de aankomende tijd. Dat het voor ondernemers heel erg ingewikkeld wordt om al die belangrijke transities die er voor ons liggen, om die te halen. Nou, want kleur dat eens in. Op welke manier gaat bedrijven de val van het kabinet ons raken? Nou ja, kijk, de grote issues die ook al eerder in jullie uitzending genoemd zijn, hè, waar eigenlijk op dit moment alles in één keer tot stilstand komt. Of het nou stikstof is en de stikstofklem als het gaat om de woningbouw, het aanleggen van wegen, maar ook de energietransitie. Het zorgen dat ondernemers aansluiting kunnen krijgen op het energienet, zodat ze kunnen verduurzamen. Plannen om ondernemers te helpen bij alles wat ze moeten doen in de richting van zo'n energietransitie. Ja, dat komt allemaal stil te staan. Jurgen van den Berg, even een vraag. Ik ben benieuwd, meneer Vonhoff. Vindt u dan ook dat dit kabinet u niet genoeg geholpen heeft? Want in principe zou dit een kabinet zijn wat uw belangen best zou kunnen dienen. Ja, dat zou je denken. En ik denk dat het. Ik denk dat de ambitie er ook zeker was. Maar wat wij ongeveer elke keer als we naar buiten kwamen met een
met een bericht over beleid wat het kabinet weer aan het maken was... was van stop nou eens met alleen die beleidsmachine aanzetten... en ga nou eens wat doen. En daarin ben ik wel wat teleurgesteld. Hè? Dus je zag dat iedere keer op de onderwerpen die ertoe doen... er niet gekozen werd, met als gevolg dat doelen niet werden gehaald... en er weer meer beleid werd gemaakt. Terwijl wij zeiden, begin nou eens met het beleid onderaan de stapel. En dat zou... Nou ja, ik kan niet echt een upside zien in het vallen van het kabinet in deze, wat mij betreft, hele ingewikkelde periode. Maar als er al één is, dan zou ik zeggen, weet je, je hebt de afgelopen periode zoveel beleid in de startblokken gezet. Laten we nou maar gewoon beginnen met het uitvoeren van alles wat er ligt. En ondernemers de goede kant op duwen. Gaat niet meer gebeuren, want de regering is gevallen, begrijpen we, meneer Vonhoff. Ja, maar er ligt ook nog genoeg, hè. Dus er is ook in vorige kabinetten en ook wat er in dit kabinet al wel is gebeurd... er liggen natuurlijk genoeg dingen te doen. En ik gaf net bijvoorbeeld al aan, ga aan de slag met bijvoorbeeld netcongestie. Zorg dat ondernemers aan de slag kunnen met het verduurzamen van hun bedrijven. Dan komt er in ieder geval wat goeds van. Ik hoop ook dat een volgend kabinet... Dat het ook niet te lang duurt voor het er is. Maar dat ik help het u open, maar ik durf het niet te beloven. Ja. Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending van BNR... over de val van kabinet Rutte 4. We zijn in afwachting van een toelichting van de bewindspersonen. Die zijn nu in een ingelaste ministerraad. We zijn blij met je reacties en het laatste nieuws. Blijf luisteren. 10 jaar geleden handelde ik op de eerste cryptobeurs ter wereld, Mt. Gox. Helaas hebben hackers de beurs leeggeroofd. Het spoor van de gestolen bitcoins leidt naar een monsterwitwasser, het Witte Huis en het Kremlin. Luister nu naar de koude cryptooorlog. Hoe wereldmachten jagen op een miljardenbuit. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen... met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Eneco investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro's... in zon, wind en waterstof. Met CEO As Tempelman praat ik over de toekomst van onze energiemix. BNR Duurzaam, we zijn er maandag om 3 uur op BNR. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. BNR Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Eurmond 3 kilometer... en de vertraging is 10 minuten. BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 10 uur. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet dat vanavond is gevallen is op dit moment bij elkaar voor een extra ministerraad. En daarna geeft premier Rutte uitleg in een persconferentie. Dan wordt ook duidelijk hoe het verder gaat. Het lijkt erop dat Rutte zijn ontslag gaat aanbieden en het hele kabinet demissionair wordt, zeggen bronnen. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om het kabinet te laten vallen, zeggen ingewijden. De partij was fel tegen het plan van de VVD om minder asielzoekers toe te laten. En ook D66 was daar tegen. Oppositiepartijen zijn blij dat het kabinet is gevallen. PvdA-leider Atje Kuiken zegt... we zijn klaar met dit kabinet en klaar voor verkiezingen. Samen met GroenLinks. BBB-leider Caroline van der Plas zegt op Radio 1 al... dat ze bereid is om premier te worden. Lilian Marijnissen van de SP twittert... eindelijk stapt Rutte op. Een Belgische oud-militair die werd gezocht voor bedreiging... is opgepakt in Noorwegen. Hij zette een filmpje op Facebook... waarin hij schoot op een foto van de premier... en liet een soort afscheidsbrief achter... België heeft om zijn uitlevering gevraagd. Boeren zijn verdeeld over de val van het kabinet. LTO is bang dat het zorgt voor nog meer onzekerheid. Agraxi en Farmers Defence Force zijn blij... en zien kans op een nieuwe start met een beleid dat ze wel kunnen steunen. Burgemeester Sharon Dijksma noemt de val namens de gemeente onbezonnen... omdat er grote problemen moeten worden opgelost, zoals het woningtekort. En ook andere organisaties zijn bang dat belangrijke beslissingen... nu vooruit worden geschoven, zoals over het klimaat. Het weer nog van Weer Online... Het wordt warm dit weekend. Morgen 30 tot 34 graden en veel zon. Zondagmiddag pittige regen en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Studio Den Haag. Goedenavond, ik ben Mark Beekhuis en je luistert naar een extra uitzending... inderdaad van Studio Den Haag. Het kabinet Rutte 4 is gevallen.
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie konden het niet eens worden over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Op dit moment zijn de ministers bijeen in een extra ministerraad. Officieel hebben we nog niet gehoord dat ze gevallen zijn, maar dat is wel wat iedereen binnen en buiten Den Haag zegt. Laten we eens even gaan kijken bij Mats Akkerman, verslaggever in Den Haag. Jij bent daar natuurlijk. Zit iedereen binnen? Hoe is het daar? Ja, inmiddels zijn alle ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte 4 gearriveerd op het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Rutte. Je hoort misschien wat geroezemoes op de achtergrond, want het is hier behoorlijk druk. Er zijn heel veel mensen naar het ministerie toegekomen om te aanschouwen hoe het kabinet hier live ten val komt. Overigens zijn niet alle bewindspersonen hier, want de ministerraad die nu extra is ingelast is deels digitaal. Dus een paar hebben we niet gezien. Bijvoorbeeld minister Van der Wal van Stikstof is niet gespot. Minister Van Gennep van Sociale Zaken. Maar het grootste deel kwam hier net één voor één aan. Een groot circus. Ze wilden nog niet zo heel veel loslaten. De meesten hadden een verhaal in de strekking dat ze er ontzettend van baalden dat het kabinet was gevallen. Maar dat ze eerst naar binnen wilden om het verhaal te horen zoals het echt is. Dus op dit moment zitten ze binnen. Wat valt er nog te bespreken? Want ze zijn uit elkaar gegaan. Er komen kennelijk verkiezingen. Wat moet je dan nog zeggen als minister? Nou ja, kijk, je hebt anderhalf jaar toch met elkaar samengewerkt als ploeg. En daar komt dan wel abrupt een einde aan. Dus het zal misschien in eerste instantie een mededeling zijn van premier Rutte. Wellicht wordt er wat toelichting gegeven van premier Rutte of de vicepremiers op waarom ze er nou niet uit zijn gekomen of waarop ze er nou niet met elkaar uit zijn gekomen. En wellicht zullen er wat emoties worden gedeeld. Ik kan me ook voorstellen dat als jij voor 3 of 4 jaar tekent voor een baan en het houdt al na anderhalf jaar op, dat je daar gewoon van baalt en dat je toch even je hart daarover wil luchten. Ja. Nou, dat gebeurt nu allemaal waarschijnlijk binnen. En de verwachting is dan dat zometeen de vicepremiers, dus Sigrid Kaag van D66, Wopke Hoekstra van het CDA en Carola Schouten van de ChristenUnie het pand gaan verlaten en ons op weg naar buiten te woord zullen staan. Daarna mogen wij met de pers het ministerie van Rutte in. En daar zal premier Rutte dan een persconferentie geven waar hij waarschijnlijk bekend zal maken dat hij bij de koning het ontslag van zijn kabinet gaat aanbieden. Met een appeltje op de fiets richting de koning. Ja, ik begrijp dat wij van de ChristenUnie niet zelf een verklaring krijgen, maar dat die op papier wel onder andere bij Leendert Beekman terechtgekomen is. Leendert, wat zegt de ChristenUnie? Ja, ik heb het uit de wandel gehangen, maar ze zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat het pakket aan maatregelen over migratie, dat ze daar niet uit konden komen. Ik hoor vanuit de ChristenUnie dat de VVD maatregelen over gezinshereniging toch op tafel bleef leggen en ze zeggen eigenlijk ja, alle varianten, daar konden wij ons niet in vinden. Want wat gebeurt er op het moment dat je nu afspraken maakt waar we misschien enigszins van denken, nou, een pauzeknop bijvoorbeeld, dat kan nog wel. Dan vragen ze zich af, wat gebeurt er later met dergelijke afspraken? Bij een volgend kabinet bijvoorbeeld. Op het moment dat je de afspraken hebt en de elementen staan in de wet, dan is dat een permanent mechanisme, zoals ze dat noemen. En wij willen gewoon voorkomen dat ouders en kinderen van elkaar gescheiden worden. Wij willen daar niet aan meewerken dat er in welke vorm dat ook in een wet verankerd wordt. En er lagen meerdere opties op tafel. Ik hoorde vanuit de ChristenUnie dat er op één of meerdere partijen zich niet konden vinden in één van de opties. Ze hebben samen gebroken, een beetje zoals mensen die een relatie beëindigen. We hebben het samen gedaan. Ik heb nog gevraagd van is dat nou echt zo? Er is toch één iemand die uiteindelijk gezegd heeft, we stoppen ermee, maar daar kon ik geen uitsluitsel over krijgen. Maar die wil ik je dan wel geven. De VVD gaf ineens een deadline en zei deze week moet geregeld zijn. En daarna waren andere partijen die mochten dan breken. Maar dan heeft dat de VVD gewoon schuld. Dat neem ik even voor mijn rekening. Jurjen van den Berg is hier nog het hele uur bij ons in de studio. Wat hoor je als je Leendert en Mats hoort? Nou, kijk, wat je net zegt, Mark, is heel interessant. Want in het bulletin net zit dus de boodschap, de ChristenUnie heeft gebroken en ook voor D66 was het te veel om te dragen. Nu horen we spin. Dit is dus het moment. Hè. Blijf vasthouden dat beeld van de duimschroeven zijn aangedraaid door Rutte. En nu helemaal aan het einde van het spel is de boodschap van ja, maar de ChristenUnie stond er te principieel in. Nou, wat gaan we nu krijgen? Die grote strijd om wie hier de schuldige was voor die breuk. Ja, wie breekt betaalt is het spreekwoord in de Haagse politiek. Ja. En normaal gesproken verlies je de verkiezingen als je breekt. Ja. En dat is natuurlijk de VVD niet van plan.
Nee, en overigens spot Rutte al 4 kabinetten lang met campagnewetten. Dus wie weet wat er gebeurt. Wie weet wat dat voor hem betekent. Ik dacht nog aan iets anders. Doordat de VVD nu de regie neemt over zeg maar de politieke toekomst, moeten ineens een heleboel partijen nog van leider gaan wisselen. En dat is denk ik ook wel echt iets interessants. Want wie gaat er bij het CDA overnemen? Hoekstra is weg. Dat zouden ze niet meer aandurven. Hè. Tenminste, ik heb er geen verstand van, maar ik zou ze niet aanraden met Hoekstra verder te gaan. Daar lijkt het niet op. Dus zagen we gisteren ineens Hugo de Jonge een stapje naar voren doen. Ja, ga je ze dat aanraden? Kan die nog een keer terug? Esther de Lange wordt genoemd. Ga je die aanraden? Wat is een goed idee voor het CDA? Nou, ik vind dat een hele... Dat is veel te moeilijke vraag. Gaan we niet beantwoorden. Nee, maar er is nog een derde optie, namelijk Dirk Boswijk vanuit de Kamerfractie. Dat moeten ze nu nog gaan uitvechten. Buitengewoon oncomfortabel, want je moet al... Hè, mevrouw Marijnissen heeft haar eerste campagne-meeting al gepland. Het CDA weet nog niet wie de campagne-leider wordt. Nou, dat is al een lastige. GroenLinks en PvdA, als daar een gezamenlijke lijst komt... wordt dat Timmermans, wordt dat Moorman, wordt dat... komt iemand uit GroenLinks-huizen. Allemaal heel ingewikkeld. En de VVD, ik vertel het je, heeft een plan. Dat is het enige, wou je zeggen. In ieder geval de regie kunnen nemen over dat ze dat plan hebben en uit kunnen rollen. Goed dat je dit zegt. Goedenavond, Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedenavond, hallo. VVD is de enige met een plan. Hoe zit dat bij GroenLinks? Dat kan dan niet dat jullie ook een plan hebben in de vorige zin, als dat logisch houden. Laat ons maar onderschatten. Dat is prima. Maar vooral, ik zou zeggen, laten we niet te veel politieke duiding doen en wie heeft welke strategie. Dat ze nu vallen, is echt schandalig, om heel eerlijk te zijn. 2 maanden geleden zei ik dat, heb ik niet voor niks vertrouwen opgezegd in het kabinet. Regeer of stap op. En ze zijn al 2 jaar lang niet in staat om te regeren. Ze wilden per se samen. En ze zijn al 2 jaar lang houden ze dit land in gijzeling. En dat ze dan nu vallen. Ja, ik vind het helemaal geen politieke meesterzet of iets dergelijks. Ik vind het zeer kwalijk wat er nu gebeurt. Even goed, u zegt maak het niet de politiek. Het gaat gewoon over politiek, het gaat over verkiezingen. Over hoe je de volgende verkiezingen de grootste partij wordt. Zeker, ja. Toch? Daar moet u ook. Nou, daar was u natuurlijk in de afgelopen maanden al mee bezig. En we hadden gistermiddag in onze uitzending een afspraak met de voorvrouwen van de PvdA. Die zei af, want er moest ineens gepraat worden over wat er nu kon gebeuren. Want de regering kon in elk geval vallen. Dus er is een zekere ophef bij u in de partij, neem ik aan ook. Nou, kijk, wij zijn eigenlijk heel rustig, maar we zijn er klaar voor. Kijk, Nederland heeft verandering. Nederland heeft verandering nodig. En die verandering komt er alleen, denk ik, met de Verenigd Links. Ik ben nu in de Tweede Kamer en in dit gebouw zitten inmiddels meer dan ongeveer 20 fracties. De versplintering in Nederland die maakt het bijna onmogelijk om nog goede dingen te doen voor dit land. En dat betekent wat mij betreft dat we moeten samenwerken. Die crisis van vandaag is ook, denk ik, een symptoom van het politieke eigenbelang waar al die partijen maar in blijven hangen. En wat nodig is, zijn partijen die over het politieke eigenbelang heen stappen en zeggen, wij werken samen omdat we weten dat het beter is voor Nederland. Maar u zegt de oplossing zit op links. Zou de oplossing misschien niet voor de meeste mensen op een soort centrum rechts als de boer-burgerbeweging die gewoon ontkennen dat er politiek bestaat? Dan moet u met Caroline van der Plas bellen. Maar ja, ik vraag aan u of dat misschien niet de echte oplossing is voor veel mensen. Niet per se voor uw kiezers. Nou, nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat echt de oplossing is dat er gewoon wordt gedaan wat nodig is. Dat problemen niet vooruit worden geschoven. Dat er moeilijke besluiten worden genomen, ook als ze niet populair zijn. En ik ben vastberaden om ervoor te zorgen dat de Partij van Arbeid en GroenLinks bij de volgende verkiezingen met 1 lijst meedoen. En dat we dus samen een vuist kunnen maken en dat we die versplintering tegengaan. En daarmee verandering in Nederland mogelijk maken. En daarmee heb ik niet alleen een hele mooie boodschap, dat we alleen maar leuke dingen zullen doen. Want we moeten echt ingrijpen in Nederland, want anders gaat het mis. Dit land komt stil te staan. En dat u moet wel heel snel bewegen, denk ik, als u 1 lijst samen met de PvdA nog wil regelen voor de komende verkiezingen. Ja, ik ga ervan uit dat de partijbesturen dit snel zullen voorleggen aan de leden. Daar is om gevraagd door de leden op een congres. Dus ik ga ervan uit dat snel wordt voorgelegd. En dan kunnen de leden daar eens, wat mij betreft, snel over stemmen. Jurjen van den Berg, vraag? Ja, u heeft gelijk, meneer Klaver. Het gaat over de inhoud. Het gaat dus ook niet over politiek spel. Maar wat is nou het thema van de campagne? Ja, wat mij betreft gaat het om een koerswijziging voor Nederland. En dat we echt andere politiek moeten hebben. Niet een politiek die alles vooruitschuift en alleen maar voor het politieke eigenbelang opkomt, maar daar overheen stijgt. En die doet wat nodig is. Of het nou gaat over het ingrijpen bij de boeren. Of het nou gaat om de klimaatcrisis aan te pakken. Ook als dat pijnlijke besluiten vergt. En die durft om heel stevig in te grijpen in de sociale zekerheid. Er is net een rapport. Is iets te abstract, meneer Klaver. Kan het iets concreter? Wat is het thema van de komende verkiezingen?
Ja, maar dit, weet u, ik ben nu al een hele tijd politiek actief. En ja. Dit zijn vaak vragen die ik van journalisten krijg. En ik heb me één ding vast voorgenomen. Ik blijf alleen nog maar vertellen wat ik zelf vind. En wat ik, wat ik net wilde gaan zeggen is dat er net een rapport is uitgekomen waaruit blijkt dat in Nederland we 6 miljard per jaar te weinig uitgeven aan mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten. Of met een, op het minimumloon werken. Dat zijn mensen die hebben dus te weinig geld nu al om iedere maand rond te komen. Dat is iets waarvan ik vind dat de politiek dat moet oplossen. En ik zie die oplossingen niet van rechts komen en wel van links. En daar ga ik me keihard voor inzetten. En hetzelfde geldt voor klimaatbeleid. Als je ziet hoeveel geld er nu is, dan zie ik dat het vooral gaat naar hele grote bedrijven die daar subsidies voor krijgen. Maar in hele beperkte mate naar gewone mensen in tochtige huurhuizen die hun energierekening niet kunnen betalen. Dat moet veranderen. En of dat nou lekker bekt of niet, dat is precies waar Nederland klaar mee is. Politici moeten doen wat nodig is. En dat is wat ik de kiezer kan beloven. Leendert Beekman, Haags verslaggever voor BNR. Jij hebt nog een vraag voor Jesse Klaver. Ja, meneer Klaver, u heeft het kabinet Rutte 4 vaak verweten dat ze alle problemen voor zich uitschuiven. Nu hebben we 2 hele urgente problemen, klimaat en stikstof, ook belangrijk voor GroenLinks. Ja, dat blijft nu ook weer op de plank liggen. Ja, dat is waar, maar dat bleef al op de plank liggen. En ik denk dat doordat ze nu zijn gevallen een oplossing sneller dichterbij komt. Want nu komt er een verkiezing en er kan erover gekozen worden. Dan kan Nederland kiezen welke oplossingen ze willen. En dan kan er een nieuw daadkrachtig kabinet komen. Maar met dit kabinet zou het niet gebeuren. Ik hoor dat de verkiezingscampagne begonnen is. Jesse Klaver, hartelijk dank. Voorman van GroenLinks, hartelijk dank. Bij ons is inmiddels BNR-collega Jochem Visser. Jochem, je hebt een overzicht met alle reacties die we tot nu toe verzameld hebben. Dat is het beste eindje. Dag Mark, ik ben normaal financiële nerd hier. Nu zit ik toevallig bier te drinken om de hoek. Dus bij deze, uw nieuwe politieke verslaggever voor één dag. Ik heb wat reacties meegebracht. Allereerst Mickey Adriaansens, dat vond ik toch wel tekenend. Onze verslaggever Mats Akkermans vroeg haar direct of het de schuld van de VVD was. En dit waren haar woorden. En ik hoor ze niet. Dus iedereen is heel volwassen en maakt volwassen afwegingen in dit soort situaties. Maar de belangen zijn ook groot. En u persoonlijk, baalt u? Ja, dat heb ik net gezegd. Ik vind het teleurstellend. Ja, absoluut. Tja, moeten we dat nou lezen als kritiek op Mark Rutte of niet? Verder heb ik nog wat reacties uit het ganse land. Iedereen doet natuurlijk een duit in het zakje. Opvallend vond ik de provincie Groningen allereerst. Commissaris van de Koning René Paas zegt dat het ongelooflijk is dat het kabinet niet viel over de parlementaire enquête naar de gasboringen in Groningen, maar wel over de asielcrisis. Alle oppositiepartijen tonen zich natuurlijk verheugd. Tekenend is de foto van BBB-leider Caroline van der Plas met een grote glimlach. En je zou het niet denken, maar PVDD-leider Esther Ouwehand doet met haar mee. Zij toost alvast op het definitieve einde van het tijdperk Rutte. Lilian Marijnissen sluit ook aan in de rij. Die vat het tijdperk Rutte even samen met de woorden: er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. En natuurlijk hebben we Jesse Klaver net al gehoord. Daar had ik ook nog een reactie van. Voor een beetje balans heb ik dan ook nog Kees van der Staaij van de SGP meegebracht. Hij toont zich ook een groot voorspeller. Want hij zegt: toen een paar maanden geleden het regeerakkoord ter discussie werd gesteld, was het cement van de coalitie al af aan het brokkelen. Tot slot, ik vond persoonlijk Sharon Dijksma prijzenswaardig. Of ze nou van mij, van vroeger. Precies, of ze nou lid is van de PvdA of niet. Zij legt de vinger op de zere plek en zij zegt vooral: hiermee komt het oplossen van talloze problemen niet dichterbij. En daar heeft ze volgens mij groot gelijk in. Zij is ook voorzitter van de G4, de 4 grootste gemeenten in het land. En ze heeft een punt, want reces of niet, dit gaat betaalbare woningen, de opvang van vluchtelingen en die hele energietransitie nou niet bepaald verder helpen natuurlijk. Jochem Visser, dankjewel. Hou het voor ons in de gaten. Dan gaan wij snel door naar Sjaak van der Tak, voorzitter van de boerenorganisatie LTO. Goedenavond. Goedenavond. Wat denkt u? Heeft u een rol gespeeld in de val van dit kabinet, of is dat buiten u omgegaan? In ieder geval op het vraagstuk asiel en migratie. Nee, toen niet. Nee, maar ja, in de afgelopen maanden ging de crisis natuurlijk al een beetje in beweging, hè? Ja, nou, feit was wel dat een aantal grote vraagstukken, waaronder het vraagstuk voor op perspectief voor onze boeren, in ieder geval er ook niet uitkwam. Men hield toch te veel vast aan de eigen koers. En nu zie je dus dat op een ander vraagstuk, asiel en migratie, het kabinet is gevallen. Ik kan me herinneren dat op de avond dat het overleg klapte, dat er een aantal van mijn meer cynische collega's, en trouwens ik zelf misschien ook wel, zeiden: oké, dus we tillen het nu over de zomer heen, en daarna komen de verkiezingen, dus dat hele landbouwakkoord en de toekomst voor de landbouw gaan we het nooit meer over hebben. Wat denkt u? Nou, ik denk dat we uw collega's daar dichtbij zaten. En volgens mij moet het ook anders. Want het moet op een draagvlak kunnen rekenen met onze boeren. In het belang ook van landbouwperspectief. En van die vraagstukken
die we met z'n allen kunnen oplossen. Op basis van datgene wat we dit kabinet koos veel te krap voor de tijdslimiet om aan al die doelen te voldoen. Denk aan natuur, denk aan stikstof, denk aan waterkwaliteit, denk aan klimaat. Dat heeft dit kabinet gevangen gehouden in de 2030 variant. En is uiteindelijk niet bestand gebleken op een ander vraagstuk. Maar de landbouwakkoord kwam er daardoor ook niet. Want daar zat geen perspectief voor onze boeren in. En na de verkiezingen hoop ik wel dat er een kabinet komt. Zou het kunnen dat er hierna een kabinet komt wat wel perspectief voor de boeren oplevert? Ja, ik denk daarbij dat het in de Waar denkt u dan aan? Wat voor soort kabinet? Ik denk aan het merendeel van wat in de provincies er ook is gekomen. Een BBB-kabinet met de VVD als bijwagen? Nou ja, dat hoeft niet per se in die rol te zijn. Maar het feit is dat die partijen wel mogelijk, ook de nieuwe, op basis van verkiezingen, mogelijk wel degelijk een nieuwe lijn voor onze boeren uit gaan stippelen. Jurjen van den Berg. Ja, ik ben benieuwd, meneer Van den Berg. Denkt u niet, hadden we maar wel dat landbouwakkoord gesloten? Want kan het zijn dat het budget wat er is voor de hervormingen in de landbouw nooit meer zo groot wordt? Ja, soms moet je niet alleen koersen op een budget wat beschikbaar is, want dat was inderdaad een goed budget. Maar het gaat erom dat onze boeren een verdienmodel krijgen voor hun producten op de markt, in de Noordwest-Europese markt. En dat zat er echt niet in. Dat is een open economie met een gemengde markt. En daar had het kabinet wat mij betreft echt heel veel steken laten vallen. Heeft het nieuwe kabinet weer een minister voor stikstof en een minister voor landbouw, daar zal u zeker voor zijn, minister voor stikstof en natuur nodig? Nee, dat vind ik ook dat vind ik met vele anderen ook een fout. Dit behoort wat gewoon vindt u een fout? Dat behoort ook gewoon één minister te zijn. Sjaak van den Berg van LTO Nederland, heel hartelijk dank. Dan gaan we naar het kabinet Rutte 4, dat gevallen is uiteindelijk. Dat weten we inmiddels wel zo'n beetje anderhalf jaar nadat het aantrad. En Mats Akkerman, politiek verslaggever in Den Haag, die maakte voor ons een overzicht. Het avontuur voor Rutte 4 begon eigenlijk al na de verkiezingsoverwinning van de VVD in 2021. Partijgenoten, landgenoten, ik ben super trots. En ik wil in eerste plaats alle kiezers bedanken die de VVD vanavond vertrouwen hebben gegeven. We zijn voor de vierde keer op rij de grootste partij van Nederland geworden. Dat moest door de coronamaatregelen op dat moment in hele kleine kring gevierd worden. Bij D66 was het feestje er niet minder om. Ik besloot op tafel te klimmen. En dat was spontaan. Uiteraard. En gewoon het moment te vieren met iedereen. En we waren daar gewoon aan het klappen. Zei Kaag in maart 2021 tegen RTL Nieuws. Na de feestvreugde kwam de formatie, die zo 9 maanden duurde. De formatie verliep niet vlekkeloos. Zo liep verkenner Ollongren met haar aantekeningen langs de pers. En er zat een opvallende notitie tussen. Waarom stond de naam van Pieter Omtzigt met daarbij de tekst functie elders op een per ongeluk gefotografeerde notitie van verkenner Kajsa Ollongren? Rutte gaf aan dat er niet over Omtzigt gesproken was, maar daar moest hij later op terugkomen. Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. En na een urenlang debat op 1 april overleefde Rutte toen wel een motie van wantrouwen. Er gebeurde nog wat opvallends tijdens de formatie. Wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes warrig was. Lees dat hij gezopen had. Via D66 kwam naar buiten dat formateur Johan Remkes zou hebben gedronken. Uiteindelijk nam die partij de beschuldiging weer terug. Eind 2021, 9 maanden na de verkiezingen, waren ze eruit. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. Het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Het nieuwe kabinet trad nog aan in coronatijd, maar na een paar maanden konden we al afscheid nemen van alle coronamaatregelen. Goedenavond. Het land gaat weer open. Maar andere problemen zetten het land juist op slot. En die bleef het kabinet parten spelen, zoals het stikstofprobleem. Er is afdoende, wat mij betreft, echt afdoende wetenschappelijk aangetoond dat stikstof overbelasting tot verzuring en vermesting van de bodem leidt. En dat heeft invloed en impact op de natuurkwaliteit. Er ontstond meerdere keren discussie in de coalitie over stikstof. Onder andere na een interview van partijleider Wopke Hoekstra van het CDA. Die zei dat het afgesproken jaartal om de doelen te halen niet heilig was, tot ergernis van de oppositie. Vorig jaar hebben jullie de fik gezet in de coalitie.
Met een interview van een minister van Buitenlandse Zaken notabene, die zich ook partijleider noemt, waarin hij het beleid wat er ligt onderuit schoffelt. Het kabinet probeerde tot een landbouwakkoord te komen om afspraken te maken over de toekomst voor agrarische bedrijven, maar dat mislukte. Voorzitter, het landbouwakkoord was gedoemd te mislukken. Radicale veehouders en grote agrobelangen gijzelen al jaren ons land. Een ander hoofdpijndossier voor Rutte 4 was de gaswinning in Groningen. Lange tijd was er te weinig aandacht voor de Groningers zelf. Het kabinet bood daar excuses voor aan. De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan. Maar niet het stikstofprobleem of de gaswinning heeft het kabinet dus uiteindelijk de das omgedaan, maar de opvang van vluchtelingen. De coalitiepartijen willen dat er grip komt op de aantallen asielzoekers die naar Nederland komen, maar de VVD en CDA eisen een veel strenger beleid dan D66 en de ChristenUnie. De VVD, of Rutte, heeft zijn VVD beloofd om de instroom te beperken. De achterban vroeg daarom. Ja, en de ChristenUnie heeft nog steeds een grote kater van de vorige asieldeal van eind vorige zomer. En het kabinet kwam er niet uit en is na anderhalf jaar regeren dus nu gevallen. Zij politieke verslaggever Mats Akkerman. Het einde van Rutte 4 lijkt in zicht. We gaan eens even kijken hoe het is met Sofie van Leeuwen. Net oud-verslaggever op de categorie politiek van BNR. Sofie, goedenavond. Ja, dag Mark. Ik krijg trouwens nog wel de sms'jes van de RVD. Rijksvoorlichtingsdienst, ja. Wat zeggen ze? Van Rutte om 10:30, dus ja, over 6 minuten, gaat de premier spreken tot het land. En dan zal hij waarschijnlijk het einde van zijn kabinet officieel aankondigen. Ja, gaat hij het eerst aan ons vertellen en daarna pas aan de koning? Dat is echt heel onkoninklijk van de premier. Zo kennen we hem toch niet? Ja, die details heb ik niet, maar gelijk. Ik denk dat hij gaat vertellen dat hij het ontslag gaat aanbieden aan de koning. Dat hij dan daarna eventjes daarheen loopt of fietst. Ja, met een appeltje in zijn hand. En dan is het echt officieel als de koning het weet. Jij hebt hem in de afgelopen jaren meegemaakt. Vooral Rutte 4 natuurlijk, zoals we allemaal nu meemaken. Wat is nou in essentie waar Rutte 4 voor stond in die tijd? Rutte 4, ja, het ging eigenlijk vanaf het begin al mis, Mark. Ik heb ook de val van het kabinet over de toeslagenaffaire meegemaakt. Het was het winter 2020-2021. We zaten midden in een corona-lockdown, weet je nog? Het waren hele zware, lange, donkere maanden. En toen vlak voor de verkiezingen lieten ze het klappen. En vervolgens ging Rutte door. Waar ging je toen toch ook weer op mis? Maar het ging toen niet mis. Het was het toeslagenschandaal waarop Mark Rutte door zijn collega's geholpen besloot dat ze moesten aftreden. Ja, het was een hele moeilijke fase midden in de coronacrisis. En toen vervolgens, ja, de persconferenties gingen door. Mensen zaten thuis met de avondklok toen er nieuwe verkiezingen waren. Dus we waren eigenlijk opgesloten, keken naar Mark Rutte op de persconferentie. En hij won die verkiezingen. En natuurlijk was er Sigrid Kaag op de tafel, die zichzelf als morele winnaar uitriep. En dat was een heel slecht huwelijk eigenlijk vanaf het begin. En nog los van die formatie, die natuurlijk ongeveer bijna een jaar heeft geduurd. Het was eigenlijk een hele slechte start. En nadat het nu is geklapt, is ook niet heel erg verbazingwekkend. Toch naar wat we al hebben gezien de afgelopen jaren. In het begin riep iedereen dat Mark Rutte en Sigrid Kaag niet met elkaar overweg konden. En als je het dan aan ze vroeg, zei ze, wij vinden het heel gezellig samen. Heb jij dat ooit geloofd? Nee, niet echt. Oh, okay. Nee, weet je, ze hebben een zakelijke relatie. En ze kunnen allebei hard onderhandelen. En ik denk niet dat het hele goede vrienden van elkaar zijn. Het zijn natuurlijk wel liberalen, hè? Dus dat is heel bijzonder geweest. Het is een liberaal kabinet met twee grote partijen die ook voor een groot deel wel dezelfde idealen delen. Maar op principiële zaken, ook nu, de ChristenUnie was misschien tegen deze asielafspraken, maar ook D66 heeft daar heel erg veel moeite mee. Zaken als de rechtsstaat, de democratie.
Ja, dat is niet heel gezellig geweest in de Trevenzaal. En dat weten we, dat lekte af en toe uit. He, er werd ook geruzied. Rutte werd boos. Kaag pikte het niet. We hebben het allemaal kunnen lezen. Ja. Maar de idealen die gedeeld werden, dat was toch meer VVD-CDA dan VVD-D66. Het zijn we allebei liberalen, maar van een hele andere slag. Ja, nou, binnen de coalitie was het natuurlijk zo dat vaak VVD en CDA aan de ene kant stonden. Met meer zetels dan aan de andere kant D66 en de ChristenUnie. Dat is natuurlijk nu ook weer zo met de asielproblemen. Maar in die zin was daar natuurlijk de scheiding tussen de vier partijen het duidelijkst. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Had deze crisis van deze week voorkomen kunnen worden? Want jij kent al die mensen en je weet hoe het in de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft. Ja, ik denk dat het een hele bewuste keuze is geweest om het ook nu te laten klappen. Dus het had voorkomen kunnen worden, maar de VVD heeft besloten om het niet te laten voorkomen. Dat is mijn eerste analyse, dat dit een hele goede timing is om het nu te laten klappen voor de VVD. Ook als je kijkt naar wat de concurrenten doen. Pieter Omtzigt heeft nog geen nieuwe partij. Ik weet niet of hij überhaupt gaat meedoen, of hij daar klaar voor is. PvdA en GroenLinks trouwens, ja, voor hen komt dit ook wel heel erg snel en onverwacht. Die hebben ook nog niet een grote Frans Timmermans klaarstaan om die verkiezingen in te gaan. Wie weet wat er daar gaat gebeuren, Sophie. Het hele speelveld ligt natuurlijk open. Maar op dit moment heeft Rutte natuurlijk nog steeds hele goede papieren om een nieuw kabinetje Rutte 5 uit te slepen. Het zou zomaar zijn plan kunnen zijn dat Rutte door wil van 4-5. Dat is zeg maar een meerderheid, maar dan zonder die irritante linkse minderheid die hij met zich mee moet slepen. Sophie van Leeuwen, oud-verslaggever voor BNR in de categorie politiek. Dank je wel. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending vanwege de val van het kabinet Rutte 4. Premier Rutte geeft zo een extra persconferentie, dus blijf luisteren. Dit najaar, na Down Under, kijk op travelessence.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Play every day. Met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Eén ultieme fit, handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel de perfecte shorts van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com. Jij en je bedrijf vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen superbelangrijk. Geef samen met Hospitaalbroeders jongeren in Afrika een verpleegkundeopleiding. Dit betekent voor hen de kans van hun leven. En voor hun land een boost in de gezondheidszorg. Zo maak je echt positieve impact. Ga naar hospitaalbroeders.nl/bedrijven. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Studio Den Haag. Ja, je luistert naar een extra nieuwsuitzending vanwege de val van het kabinet Rutte 4. Premier Rutte geeft over een paar minuten een persconferentie, dus blijf zeker aan je lijn, aan je radio gekluisterd. We hebben ondertussen Leendert Beekman en Mats Akkerman in Den Haag en op een andere locatie. In de studio hebben we Jurjen van den Berg, ik ben Mark Beekhuis. We spraken net met Sophie, onze oud-collega Jurjen, en jij wilde daar nog heel even op doorspreken. Ik ga je wel onderbreken zo gauw de premier begint te praten natuurlijk. Ja, die kans krijgt hij nog één keer. Kijk, wat mij opviel, ik kan er een heel eind mee. Hè, een groot gedeelte van wat zij zei kwam eerder ook terug in deze uitzending. Eén ding frappeert mij. Namelijk, dit kabinet was een deal tussen de inhoudelijke drive van D66... die zeiden, we hebben hier genoeg in te halen, want wij willen iets. En de continuïteitsvraag vanuit de VVD. Of misschien wel de wielen zo macht. En volgens mij zaten we nu op het punt dat voor D66 de tijd op was om echt op die inhoud door te regeren. En dan telt dus op een bepaald moment dat zo'n coalitiepartner de knopen telt en tegen die partij met die wielen zo macht zegt van, hey,
komt het er nog wel van? En dat gaat in hun lezing dus niet over asiel en migratie. Dat gaat in hun lezing over die woningmarkt, wat dan bij een CDA ligt. Klimaataanpak, wat wel bij een D66 ligt. Groningen, stikstof, waarop de fractie natuurlijk heel vocaal was. Daar heeft D66 toch heel veel binnengehaald. Als je het hebt over Groningen, dat daar de waakvlam. Nog 1 jaar, maar daarna gaat hij definitief dicht. Er is een klimaatplan. We hebben van de week Sofie Hermans nog in de podcast gesproken. En die zei, we zijn heel trots op wat we bereikt hebben met de klimaatideeën. We moeten GroenLinks en PvdA nog even over de streep trekken met het Klimaatfonds. Daar kreeg ik midden in deze nacht ook nog, nadat ze gestemd hadden in de Kamer, een opgewekt persbericht over. Dus daar heeft toch D66 heel veel binnengehaald, wat nu net niet uitgevoerd gaat worden? Nee, maar dat is cruciaal wat de heer Vonhoff eigenlijk... wat die zei. Die zei van, het zat allemaal wel in de beleidsmolen, maar het kwam er niet uit. En dat is natuurlijk... De stikstof, noem maar een prachtig voorbeeld. Die eerste kaart van mevrouw Van der Wal, die leidde tot heel veel pushback. Maar aan de andere kant werd dat door de mensen die dachten van dit is een kabinet dat op de inhoud stappen wil maken, werd dat juist heel enthousiast ontvangen. En dat is denk ik wat we het afgelopen jaar gezien hebben. Een kabinet dat niet durfde door te trappen. Alles bleef hangen bij of net aan het einde van de mond van die beleidsmachine. En het kwam er niet uit. En nu hebben ze elkaar aangekeken en heeft, denk ik, D66 in de ogen van Mark Rutte gezien, dat gaat ook niet gebeuren. Dus niet ChristenUnie, waar we de hele avond van horen, die waren zo principieel dat ze niet meer met die andere principiële VVD overweg konden. Nee. Kijk, de ChristenUnie is, dat wil ik ook wel even zeggen, echt, daar is mee gespeeld. Al een half jaar geleden was de boodschap van, we kunnen ook wel zonder de ChristenUnie. Dat werd actief gespind vanuit coalitiepartijen. Dus dat je dan op een bepaald moment... Dan ben je ook wel je credits kwijt als je de ChristenUnie bent. Als mensen dat tegen je zeggen. Nou ja, maar ik snap dus heel goed dat Mirjam Bikker, de voorvrouw... Nu je al ontbreken, we gaan naar Mark Rutte. Dames en heren, en ook mensen thuis die dit volgen. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de 4 partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg daaraan toe, ook mij persoonlijk. Alle partijen hebben maandenlang hun uiterste best gedaan. Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, nog vanavond, om een oplossing te vinden. En het is zeer betreurenswaardig dat dat niet is gelukt. We hebben als kabinet belangrijke stappen vooruit kunnen zetten in de afgelopen paar jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het klimaatbeleid, aan de grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, de toekomst van de pensioenen en uiteraard de ingrepen die nodig waren vorig najaar om de koopkracht van de Nederlanders zoveel mogelijk te stutten. En ook hebben we eensgezind inspanningen gedaan om Oekraïne, het slachtoffer van een verschrikkelijke Russische agressieoorlog, om Oekraïne zo goed mogelijk te helpen. En daar zullen wij, ook demissionair, volledig mee doorgaan. Net zo als wij demissionair alles zullen doen om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet in de opvolging van het schandaal
met de kinderopvangtoeslag en de opvolging van de conclusies en alle afspraken gemaakt na de parlementaire enquête Groningen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de nodige urgente thema's die ook om besluiten vragen. De stikstofaanpak en de toekomst van landbouw en natuur. Maar ook de woningmarkt en inderdaad migratie. Nederland wacht op oplossingen en niet op uitstel. En het is spijtig dat uitstel er nu onvermijdelijk toch komt. En toch zullen we proberen ook de komende maanden op al deze onderwerpen zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dit alles, dat wil ik erbij zeggen, doet niets af aan de plezierige en doelgerichte manier waarop we met elkaar in het kabinet hebben samengewerkt. En ook in de afgelopen dagen met respect voor elkaars opvattingen de vier partijen hebben gewerkt, ook aan het migratievraagstuk. En ik wil dan ook vanavond mijn dank en grote waardering uitspreken aan alle collega's in het kabinet, maar ook uiteraard alle fractievoorzitters en leden van de Kamerfracties die deze coalitie ondersteunen. We hebben met elkaar in een goede sfeer het nodige tot stand kunnen brengen. Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken. Dank u wel. En de beste feestdagen. Ja, ik denk niet dat we alle vragen gaan beantwoorden. Maar je hoorde in elk geval een premier Rutte bij de persconferentie die hij net gaf over het einde van zijn vierde kabinet. Wie weet komt er een vijfde. We hebben Rutte vijf net al een paar keer voorbij horen komen. Hij zei eigenlijk, Leendert, als ik het in de meest cynische zin even samenvat. We hebben het best gezellig gehad met z'n allen, maar we hebben er geen zin meer in. Is dat te cynisch voor jou? Nou, ja, dat is eigenlijk wel wat hij gezegd heeft. Maar ik geloof niet dat het altijd even gezellig is geweest. Er zijn echt zelfs dat problemen. Niet eens. Nee. Het wordt nog erger. En er wordt, ja, en dan, als je er heel cynisch naar kijkt. Hij zegt, we hebben heel veel grote opgaven. En hij noemde er een paar. Stikstof, klimaat, de opgave. Ja, woningmarkt. De woningmarkt. En het is jammer dat dat nu tot stilstand komt. Ik denk dat er een hoop politici in ieder geval, zeker uit de oppositie, zullen zeggen, maar we stonden al stil. Dus ik hoorde Klaver dat net ook zeggen. Dus wat zijn we nou eigenlijk tot nog toe opgeschoten? Maar een val van een kabinet is altijd pijnlijk. En je kan je afvragen, zeker bij de grote opgaven. En ik kijk dan speciaal naar stikstof en naar klimaat. En waar ook fondsen voor opgericht zijn om die problemen op te lossen. Ja, hoe nu verder? Ja, want dat is allemaal niet helemaal geregeld, toch? Ik bedoel, dat stikstoffonds is geloof ik wel aangenomen, maar het klimaatfonds, daar is dat er al helemaal rond? Nee. Over vraag ik je nu. Nee, dus, precies. Nee, dus dan heb je dan halverwege de wedstrijd verlaat je het veld. Ja, maar ook op het gebied van stikstof. Het fonds is er wel, maar naar welke doelen het geld precies toe gaat, ja, dat is nog helemaal niet, nog niet bepaald. Dus een nieuwe coalitie, en daar waren GroenLinks en Partij van de Arbeid ook bang voor. Als er een nieuw kabinet zit, en zeker als het kabinet over rechts zou gaan, onder andere met BBB. Ja. Misschien gaat dat geld wel naar innovaties, hè, waar bepaalde partijen het niet in geloven. Ja, het is maar de vraag, waar gaan die miljarden zo meteen naartoe? Nog weer nieuwe stalvloeren. Ja, nieuwe stalvloeren. Er blijven heel veel vraagtekens blijven er staan. En je kan je afvragen, wat heeft Rutte 4 na anderhalf jaar precies bereikt? Ja, de premier zei, we hebben het over een groot, en over asielprobleem, of de migratie noemde hij het, een groot politiek en maatschappelijk probleem. En ik weet zeker dat de mensen op links zeggen, misschien was er een politiek probleem, maar maatschappelijk was het probleem er dit jaar niet. Want dit was een gecreëerd probleem met een deadline verzonnen door de VVD die op niets anders dan de zomerkalender gebaseerd is. Maar ja, daar hoorde ik Mark Rutte natuurlijk niet over, hè? Nee, we hebben natuurlijk nog wel een ander probleem. De asielketen is nog steeds vastgelopen. De spreidingswet is niet geregeld. Dat moet nog steeds door de kamers moet dat heen. In de provincies en in gemeenten is er veel verzet. Asielzoekers moeten opgevangen worden. Er is een tekort aan huizen. Ja. Hè, voor statushouders. Er is wel degelijk een maatschappelijk probleem. Maar of het nou een asielprobleem is,
Of een probleem. Of een VVD-probleem. Daar wordt heel anders over gedacht. Ja, de premier nam ook meteen alle optimistische gedachten weg over. Misschien komt er een rompkabinet zonder de ChristenUnie en of zonder D66. Want er komen verkiezingen, hè? Dat zei hij meteen. Ja, en een rompkabinet, en we hoorden het Verriet als er kan net ook al vertellen. Ja, daar is gewoon niet genoeg steun voor. Want je moet ook nog naar de Eerste Kamer kijken. En ja, met welke partijen wil je dat dan gaan doen? Dus het is heel logisch dat er nu verkiezingen komen. En we hadden het er net al eventjes over. Ja, het is toch echt de vraag voor veel partijen. Hoe gaan die verkiezingen eruit zien? Met wie gaan ze de verkiezingen in? Het werd net al benoemd, het CDA, Hugo de Jonge, Dirk Boswijk. Ik heb ook wel eens iemand horen roepen, misschien wel Karien van Gennep. D66, we weten dat Kaag, dat heeft ze bij College Tour al laten horen, eigenlijk geen zin meer heeft om verder te gaan in de politiek. Nou, wie gaat dan lijsttrekker worden bij D66? Wordt Jette dat? Misschien wel Dijkgraaf? Jan-Pater Notte? Dan hebben we Partij van de Arbeid GroenLinks. Ook daar is het nog niet uitgemaakt wie dat gaan doen. Timmermans, komt hij terug vanuit Europa? Hij heeft natuurlijk 3 jaar geleden bij de Europese verkiezingen een onverwachte en grootse winst gehaald voor de Partij van de Arbeid. Of gaat Klaver het doen? Artje Kuiken wordt natuurlijk nog genoemd. Moorman is nog in de running. Omtzigt, komt er een partij of gaat hij zich aansluiten bij BBB? Ik zie dat eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren. En dan allebei niet, toch? Naar de ChristenUnie kijken. Ja. Nee, want hoe snel kan Pieter Omtzigt nog een partij oprichten en meedoen met de verkiezingen? En in alle. Dat hebben we bij Pim Fortuyn natuurlijk gezien. Als er een wil is, dan is er een weg. Pim Fortuyn had in no time, toen hij bij Leefbaar Nederland weggestuurd werd, had hij een eigen partij opgericht. Met een lijst, ja, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar dan kwamen 26 Kamerleden richting Den Haag. Allemaal even onervaren. Er zit er trouwens nog één nu in de Kamer. Dat is Joost Eertmans. Een jaar 21 inmiddels. Maar als Omtzigt wil, kan er een partij zijn. Maar de vraag is, lukt dat? Wil hij dat? En is hij daar ook. Is dat goed voor Nederland? Is klaar ook voor? Een goede vraag. Ja, maar is hij daar ook klaar voor? En dan hebben we nog de ChristenUnie. Daar is de vraag: gaat Mirjam Bikker de kar trekken? Of wordt er toch gekeken naar Carola Schouten? Ja, er moet veel gebeuren deze zomer voordat we de verkiezingen in kunnen gaan. Okay. Jurjen van den Berg is nog steeds in de studio. Jij hebt ook vast observaties bij wat de premier net zei. Ja, ik vond het dus een hele knappe speech. Ja? Alleen niet geloofwaardig. De speech heeft alle punten afgecheckt. Dus geen dolkstoot, maar gezamenlijk einde. Terwijl er wel gespind wordt daarover. De val als onvermijdelijk neerzetten in plaats van daar een actor op zetten. Het politieke draagvlak was weg. Dit was de realiteit. Maar je kan ook heel moeilijk als premier zeggen, sorry, ik heb mijn eigen kabinet om zeep geholpen. Nee, klopt. Dus natuurlijk gaat hij dat niet zeggen. Nee, daarna noemde hij alle successen van de coalitie, hè, waar wij eigenlijk net zeiden van, er is heel veel in die. Dat was een kort lijstje, dus dat klopt wel. Wat jij zei, er is niet zoveel bereikt. En toen kwam hij met het lijstje van, goh, wat is nu belangrijk? En het eerste wat hij deed is, en omdat er nog steeds gespeculeerd wordt over of zijn toekomst bij de NAVO ligt, ook al heeft meneer Stoltenberg voor een jaar verlengd, het eerste was Oekraïne. En dat was een NAVO-lijntje. Dus die optie blijft leven. Ja, dat heb ik helemaal niet zo gehoord. Ja. Jij denkt dat hij zei, oké, als Stoltenberg in de komende maanden toch weg wil gaan, ga ik maar. Nee, wat ik hoorde was dat de internationale staatsman, hè, want als er nou het afgelopen jaar iets goed gegaan is, iets goed gegaan is, met zijn mini-NAVO-topje enzovoort, dan is dat het in ieder geval. Ik hoef niet naar de NAVO, maar het is wel heel fijn wat ik bereikt heb in de wereld. Exact, ja. De tweede is, wat voor de voeten geworpen gaat worden, is kinderopvangtoeslag in Groningen. Die mensen laat je in de steek. Zeker. Dat noemde hij expliciet. Hij zei, de grote crisis verdienen geen uitstel, dus hij wil demissionair doorregeren. We hebben al eerder gezien dat Rutte daar bij de vorige van keer was het ook zo. Vindt hij hartstikke leuk. Ja. En dit leidt dus heel erg tot die grote vraag, hoe nu verder? Ik denk dat hij, laat ik het nog maar een keer zeggen, het is een goed geschreven speech. Best knap gedaan, zo op de achterkant van een bierviltje. Of was hij toch al eerder klaar, deze speech? Als je de vraag zo stelt, dan moet je hem ook even beantwoorden. Anders wordt het een complottheorie. Ik beantwoord hem met dat je dus hier ziet dat
de duiding die je hoort en die je ook mij hoort, hoort zeggen, dat de VVD goed nagedacht heeft over de bereidheid om te breken, ja. Dat zie je hierin terug. En hoe het dan gebeurt, en dat is allemaal voor de geschiedschrijving. We weten niet of hier misschien al vorig jaar november geschreven was. Nee, exact, Leendert, denk wel dat het misschien toen al in beweging gezet is, hè? Vorig jaar november, ja, de volgende toen, kabinet nu. Dat was het moment dat dat pittige gesprek tussen premier Rutte en de coalitie was. Nee, niet de coalitie, en de VVD-fractie was. Ja, zeker. Maar hoe vaak hebben we al niet tegen een kabinetscrisis aangezeten? Dat was toentertijd al het geval, dat we ons afvroegen wat gaat er gebeuren. En we hebben het vorig jaar zomer, aan het eind van de zomer, met het interview van Hoekstra in het AD over 2030 hebben we al een kleine crisis binnen het kabinet gehad. Hebben we het ook nooit meer over. Na de Provinciale Statenverkiezingen is het al een keertje gebeurd. Het landbouwakkoord is geklapt. We hebben een discussie over of een debat over sms'jes gehad. We hebben een debat over de cyberdeal hebben we gehad. Groningen, dit kabinet had al zo vaak kunnen vallen. En op een gegeven moment was het ook de vraag van, ja, hoe lang houden ze dit nog vol? Het is wel een toppoliticus die besluit dat hij al die keren dat hij kan vallen niet valt, en de keren dat het niet nodig is, dat hij kennelijk zelf besluit dat dit het moment is. Of is dat ook te cynisch? Ja, dat is misschien ook wel te cynisch. Oké, ik hoor maar jou alleen. Ik leg hem even voor bij Jurje van den Berg. Ja, nee, kijk. Laten we wel wezen. Jij zegt het terecht, en meneer Wijsgaas zei het net ook terecht. Het heeft geen zin om te speculeren over wat nou moet wel en wat nou misverstand is. Ik zeg één ding. Een goed politicus bereidt zich altijd voor op wat er gebeurt. En het viel hier gewoon op. Ruzies in de politiek zijn hetzelfde als ruzies in de relationele sfeer. Op een bepaald moment moet je kiezen, wil je eruit komen of wil je er niet uitkomen. Wat ik hier lees was dat er gewoon op verschillende momenten echt serieus gekeken is van, durf ik te breken? En we hebben echt 2 dagen lang een politieke chicken game gezien, waarin uiteindelijk dit de uitkomst was. En een premier wordt normaal gesproken geacht om daar een kalmerende rol op te hebben. Een dempende rol op te spelen. Ja. En ik constateer dat dat niet gebeurd is door de rol van Rutte. Ja, want de afgelopen week hebben we een aantal VVD-politici persoonlijk gevraagd, heb je er nog zin in? Denk je dat we door moeten? Ja. En het enthousiasme wat er dan in het antwoord klinkt, ja! Ja, kijk naar Mickey Adriaans dus net. Onder andere? Die dus echt zegt van ik was er wel klaar mee. En dat is misschien ook nog wel interessant. Mij viel op dat Dylan Yeşilgöz binnen deze VVD-strategie ook een hele belangrijke rol speelde. En dat doet wel vermoeden dat de VVD ook nagedacht heeft over, goh, wie zet je nou in beeld? En wat zet je naast Rutte verder nog in de schijnwerpers? Zou Yeşilgöz 1 worden? In plaats van Rutte 5? Wat ik denk is dat er in zo'n crisis, kijk, de VVD, laten we wel wezen, die beheersen het campagnehandwerk, het politieke handwerk als geen ander. Die peilen, die testen. Dus die hebben 2 avonden achter elkaar Dylan Yeşilgöz in Nieuwsuur gehad. Ja. Die een hardvochtige boodschap, een strenge boodschap over asiel en migratie. Met een glimlach op haar gezicht. Exact. En reken maar dat is niet per ongeluk, wij zeggen. De heer Berghuis, de grote almachtige spindokter van de VVD, heel goed gekeken heeft naar hoe dat viel. Opinieonderzoek mee heeft laten lopen. Dus gaat dat het echt zo hard? Je bent 2 avonden bij Nieuwsuur. Je hebt 2 keer heb je redelijk goede kijkcijfers, op beoordeling van de kijkers. En zeg je, oké, kennelijk kunnen we deze week vallen. Over dat soort dingen. Kijk, daar is Leendert ook de expert op. Dus die zou ik daar ook graag over willen. Ik wil die vraag ook gerust aan Leendert leggen. Wat mij opvalt, en ik ben wel benieuwd wat Leendert daarvan vindt, is soms gaan dingen heel snel. Het Haagse papegaaiencircuit. Als iemand inbrengt van, hey, je moet ook eens op die naam letten. Zoals Leendert nu Dijkgraaf noemt, bijvoorbeeld als opvolger bij D66. Gaat het nog niet aanzien komen. De afgelopen weken ook zo af en toe door. Okay. Dus dit is Den Haag. Dit is wat er gebeurt. Je moet mensen laten geloven dat het mogelijk is, en dan wordt het mogelijk. Leendert? Ja, we hadden het al over spinnen in het begin van de uitzending. De afgelopen dagen is er zoveel gespind richting de media. En waar het normaal gesproken toch een beetje binnen de coalitie gesloten blijft. En dat was ook een reden waardoor ik dacht, het kabinet gaat ook echt vallen. Zijn we de afgelopen tijd heel erg veel gespind. Er is met ons gesproken al
4 weken geleden werd er binnen bij de VVD tegen mij gezegd: ja, het is serious business. We kunnen hier eigenlijk niet meer mee leven. Er moet iets gebeuren. We werden als pers voorbereid op de crisis die eraan zat te komen. En dat viel heel erg op in het Haagse. En ook bij de ChristenUnie, waar ze normaal gesproken toch wel voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Dat is een berekende partij. Ja, daar ging op een gegeven moment konden we een open gesprek voeren over waar de discussies over gingen binnen de coalitie. En zelfs de afgelopen dagen achter gesloten deuren. Het waren allemaal tekenen waar ze niet tevreden mee waren. Dat waren allemaal tekenen dat het echt de verkeerde kant op ging. Ja, ja. Want die is ook heel belangrijk. Hè? Want Leendert moet zijn reconstructie maken. Maar morgen komen ook de zaterdagkranten uit. Ja. En die stukken moeten af zijn. En dus als je nu pas begint met toelichten wat er gebeurd is in dat proces. En dan komt het niet meer morgen in de krant. Dan staat het in de maandagkrant. Exact. Ja. Want we hebben het natuurlijk van de week vaak over gehad, Leendert. En ik dacht, dit is een zo opzichtig plannetje van de VVD. En daar hebben de coalitiepartijen aan geholpen om het heel zichtbaar te maken. Waardoor het totaal ontploft is in het gezicht van Mark Rutte en dus de VVD. Dus de VVD, slim als ze zijn, die stellen het even een weekje of twee uit. Maar ik had het mis. Ja, dat goed. Jij zei, ze gaan vallen. Is het niet gisteren, dan is het wel vandaag. Dat ben ik toch nieuwsgierig. Gaat dit dan de VVD helemaal geen schade kosten? Dat ze zelf. Want ze hebben uiteindelijk de VVD heeft de boel laten knallen nu. Ja, het idee is nu dat de VVD de boel heeft laten knallen. Je viel heel eventjes bij mij weg, maar ik heb volgens mij. We hebben van de week vaak genoeg gesproken dat je weet wat je wat ik gezegd precies, heb. En nog eventjes over dat spinnen, wat er dus gebeurde. Normaal gesproken, als je actief benaderd wordt vanuit partijen, is dat meestal met goed nieuws, met plannetjes die ze willen pushen, zeg maar. Die ze even bij jou willen insteken. Ja. En op het moment dat er vanuit partijen eigenlijk het slechte nieuws actief naar jou toegebracht gaat worden, ja, dan is er echt iets aan de hand in Den Haag. En dat is wat er de afgelopen dagen gebeurd is. En niet alleen vanuit de VVD, maar ook vanuit de andere coalitiepartijen. Dus op dat moment weet je gewoon, het gaat de verkeerde kant op. Jurjen? Ja, ik ben nog over één ding. Naar één ding ben ik heel erg benieuwd, Leendert. De naam van het CDA valt niet in dit hele verhaal. Ik heb het gevoel dat zij geen regie hebben kunnen voeren in dit proces. Hoe kijk jij daar tegenaan? Leendert? Oké, je bent ineens weg. Nou, dan mag je de vraag. Ik hoorde net dat er. Ja, Leendert, kom maar in. Ik heb de vraag helemaal niet gehoord, want er werd vanuit de regie tegen mij gepraat. Ja. Maar nou, het gaat ook over regie, dus dat komt goed uit. Maar mijn vraag aan jou, Leendert, was: ik heb het beeld dat het CDA geen regie heeft kunnen voeren in dit proces. Klopt dat ook met jouw beeld? Nou, het CDA heeft heel lang geprobeerd om het te downplayen. Het CDA heeft heel lang geprobeerd, ook achter de schermen, om te zeggen: het valt allemaal wel mee, we komen er wel uit. En ik heb ook het idee dat het CDA eigenlijk helemaal niet wilde dat het kabinet op asiel zou gaan vallen. Want zoals ik al eerder in de uitzending benoemd heb, we hadden natuurlijk ook nog dat hele stikstofprobleem. En dat was eigenlijk het thema van het CDA. Zij wilden op het gebied van stikstof en landbouw wilden ze die kiezer weer bij zich terugkrijgen. Dus het CDA had er helemaal geen baat bij dat hier een crisis over zou staan. Laat staan dat het kabinet zou gaan vallen over asiel. En daarbij speelden ze een klein beetje de tweede viool. Want de VVD had het initiatief genomen, eigenlijk op thema's, bijvoorbeeld dat twee-statenstelsel, waar het CDA al eerder over begonnen was, maar ze werden overvleugeld door alle media en alle berichtgeving rondom de VVD. Dus ze speelden tweede viool en daardoor zijn ze in de beeldvorming eigenlijk wat minder naar voren gekomen. En ik denk dat ze bij het CDA echt hoopten dat dit met de sisser zou aflopen. En dat merkte je ook wel. De afgelopen dagen heb ik bij Algemene Zaken gestaan. Ja, bij de VVD moesten ze natuurlijk zeggen: het gaat goed komen, we hebben nog een plan liggen. Maar bij het CDA hoopten ze het ook echt. Hoekstra was wat minder optimistisch. In ieder geval, die sprak zich wat minder uit. Maar we zagen echt Hugo de Jonge naar voren treden en zeggen: ja, gesprekken zijn altijd moeilijk, maar we hopen eruit te komen. Dit is ook politiek en je kan uiteindelijk bij elkaar komen. En we zijn nog met elkaar in gesprek. En zolang we in gesprek zijn, kunnen we ook naar een oplossing toe. Het CDA heeft de tweede viool gespeeld. En ze hebben het geprobeerd te downplayen. En ik denk dat ze strategisch gezien, als je politiek alleen maar ziet als een strategie, hebben ze denk ik de plank misgeslagen.
Ja, nou ja, dat komt ook overeen met mijn beeld. Dat zeg maar, ze hadden een plan. En dat plan dat was dus om tijdens de zomer op hun voorwaarden toch iets te doen op landbouw en stikstof. We mogen constateren dat ze de loef afgestoken zijn. En kijk, Hugo de Jonge is ook interessant, want die had persoonlijk weer een plan. Die was bezig met, die had een hele ambitieuze woningbouwagenda die hij nu niet uit kan voeren, waardoor zijn positionering als leider in gevaar komt. Maar in zijn algemeenheid denk ik ook dat hier de grote nederlaag ligt van al die bewindspersonen, al die vakbewindspersonen in het kabinet. Die waren bezig met die grote ambities, die hadden die in die beleidspijplijn. En wat er nu gaat gebeuren is dat die niet uitgevoerd kunnen worden. En juist daar zit de kiezer op te wachten. Dus daarmee is het... Het cynisme is toegenomen. Het cynisme is toegenomen en de VVD denkt eruit te komen met nog eens een keer de leiderschapskaart van Mark Rutte. Heeft een beetje getest. Ja, Oké, maar je zegt een beetje zo, denkt dat in de laatste minuut van deze uitzending. Is dat een reële verwachting? Nou, de afgelopen verkiezingen hebben ze slechter gepresteerd dan ze dachten en klopte hun strategie niet. Toen zochten ze die tweestrijd met links. Toen zei de kiezer, nee, we vertrouwen ze niet, we stemmen BBB. Dus tenzij dat landschap veranderd is, en ik denk dat het alleen maar meer die kant op verschoven is, gaan de komende verkiezingen dus over inhoud, vertrouwen, plannen, perspectieven. En to be honest, dat is niet op dit moment de sterkste as van Mark Rutte. En daarmee komen we misschien wel aan het einde van, nou zeker Rutte 4, misschien wel de carrière van Rutte in het algemeen. Wie zal het zeggen? De verkiezingen zullen het na de zomervakantie leren. Dankjewel Mats, dankjewel Leendert, dankjewel Jurjen van den Berg hier in de studio. We komen aan het einde van deze extra nieuwsuitzending in verband met de val van het kabinet Rutte 4 op bnr.nl. Daar bundelen we alle reacties voor je, die ook nog na deze uitzending ongetwijfeld komen. Daar houden we je op de hoogte in een live blog. En op BNR kan je nu luisteren naar de Friday Move, dat opgenomen toen we nog niet wisten dat het kabinet was gevallen. Inmiddels weten we beter. Ik wens je een hele fijne avond. Rood, geel, oranje, blauw, groen, paars. Blauw. De vlag hangt uit voor de 10e editie van de Finance Run. Het sportieve netwerkevent voor de financiële sector. Ren voor Kickit en Am at Work op 1 september in het Amsterdamse Bos. Haas je naar financerun.nl. Powered by Florius. Hypotheken die meebewegen. Ervaar een nieuwe vorm van reizen en ga voor elektrisch met Hertz autoverhuur. Neem de tijd om ons